te gaan staan en ik zal het ambtsgebed voorlezen. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluit te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik verzoek u te gaan zitten. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Afgemeld hebben zich de heer Sloot en mevrouw De Jager. En we weten dat vandaag de Vierdaagse is begonnen, dus ik wens alle inwoners van Twenteram die meedoen met de Vierdaagse een hele goede wandeltocht, 4 dagen lang. En complimenten voor de prestatie. De volgende mededeling. Heeft iedereen de presentielijst getekend? Ja, kijk, dit gaat goed. Mijn complimenten, bijna. Mijn complimenten. Dan ga ik over naar de vaststelling van de agenda. En ik geef eerst heer Reusken het woord, want u heeft een onderwerp wat u wilt toevoegen aan de agenda. Nu het woord, meneer Reusken. Dank u. Ik zou graag een motie vreemd toe willen voegen aan de agenda. En dat betreft een motie die gaat over Natuurbelevingscentrum Veenmuseum Engelsdijksvenen. Dank u wel. Dan wordt deze toegevoegd als agenda 10a voor de sluiting uiteraard. En maakt straks de motie vreemd onderdeel uit van deze raadsvergadering. Vervolgens zullen straks bij het vragenhalf uurtje ook 2 leden van deze raad vragen stellen. En ik zal dat ook straks aankondigen. En ik denk dat er een wijziging in de agenda komt. Want we hebben hiervoor het overleg met de fractievoorzitters gehad. Dus vandaar dat ik dat ook weet om agenda punt 10. Continuering rekenkamerfunctie WT4. Om die naar de akkoordagenda te verplaatsen. Dat wordt agenda punt 8 en agenda punt 8, ontwerpbegroting 2019, Omgevingsdienst Twente, op verzoek van een lid naar de bespreekagenda, dat wordt een agenda punt 10, dus die wisselen we om. Kunt u met deze vaststelling van de agenda akkoord gaan, wenst iemand daarover nog het woord, dan proberen we de agenda conform het voorstel, zoals ik net gedaan heb, te behandelen tijdens deze raadsvergadering. Dan gaan we naar het vragenhalf uurtje. En de heer Veldmeijer van de fractie PVV heeft aangegeven gebruik te willen maken van het vragenhalf uurtje. En het onderwerp van de vragen betreft Corstens Gravito. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Is een korte inleiding hoe wij tegen kunst aankijken. Voorzitter, kunst is subjectief, maar we kunnen wel vaststellen dat echte kunst zichzelf verkoopt en dat kunstenaars die subsidie nodig hebben beter iets anders kunnen gaan doen. Wanneer je als kunstenaar niet je eigen boek kunt ophouden, moet het advies zijn om een echte baan te gaan zoeken of een baan ernaast om je huur te kunnen betalen. Maar vaak willen deze mensen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en parasiteren ze zonder gêne op de samenleving. Wat de PVV betreft is het foeilelijke graffito kunstwerk, we krijgen al koude rillingen bij deze kwalificatie, ook geen kunst. Het had wat ons betreft in 2015 gewoon naar de stort gebracht moeten worden. Kostte een paar tientjes. Onbegrijpelijk dat de vorige raad anders heeft beslist. Maar goed, de kosten waren geraamd op 25.000 tot 30.000 euro. Want de architect zei dit en werd op zijn blauwe ogen geloofd. De realiteit, voorzitter, is echter dat de kosten op zullen lopen tot boven de 60.000 euro. En de wethouder maakt
als we Tubantia mogen geloven, min of meer excuses, want ze beaamt dat het een lieve duit kost en dat het college er niet zoveel van begreep. De kennis en ervaring was er niet. Vandaar dat wij een aantal vragen hebben, voorzitter. Vraag 1. Hoe kan het gebeuren dat er besluiten in de raad worden genomen zonder deugdelijke onderbouwing van de kosten? Vraag 2. Wanneer dit werk naar de stort gebracht wordt, wat zijn dan de gemaakte kosten? Zijn er nog kosten die gemaakt worden of zijn gemaakt waar nu eenmaal afspraken over zijn gemaakt, waar we dus niet onderuit kunnen komen? Vraag 4. Valt de beslissing, ja ik zit een beetje dubbel, is het nou de beslissing van 2015, 2016 of 2018, maar valt deze beslissing die extra kosten teweeg brengt, valt die nog te herroepen? En zo ja, kan dat middels een motie? Dat waren de vragen. Dank u wel, voorzitter. De wethouder namens het college, wethouder Paats, het woord geeft. Missen even de procedure. Eerst worden er vragen gesteld door een van de raadsleden, dan reageert het college. Dan vervolgens kunnen er aanvullende vragen gesteld worden door de vragensteller. En daarna kunnen de overige leden van de raad vragen stellen aan het college en of aan de vragensteller. Wethouder Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Eerst even een klein woord vooraf. Na de Tweede Wereldoorlog werden grote hoeveelheden woningen en publieke gebouwen uit de grond gestampt. Door de percentageregeling die destijds in het leven geroepen werd, die inhield dat 1% van de bouwsom aan kunst moest worden besteed, ontstond een enorme hoeveelheid kunstwerken. En niet alleen in en aan gebouwen, maar ook in de openbare ruimte. Deze kunst is, hoewel voorheen in zeer ruime mate aanwezig, door een aantal factoren wel zeer bijzonder. Niet alleen vond nagenoeg de hele productie ervan plaats binnen een tijdbestek van relatief kort 20 jaar, maar ook werden oude kunsttechnieken, zoals mozaïeken en wandschilderingen, nieuw leven ingeblazen. Wat vrijwel al deze werken gemeen hebben, is het optimisme en de morele en opvoedkundige symboliek die ze uitstralen. Namelijk het geloof in een wereld die al maar beter wordt. Beter opbouwkunst dus. En dat, voorzitter, is ook de reden geweest waarom de vorige raad besloten heeft tot behoud van het Sgraffito. Dan als antwoord op de vragen, zoals gesteld door de fractie van de PVV. Hoe kan het gebeuren dat de besluiten in de raad worden genomen zonder deugdelijke onderbouwing? Destijds is de gymzaal gesloopt en de kosten en baten voor de herplaatsing van het kunstwerk, die konden toen niet exact in beeld worden gebracht, omdat de wijze van herplaatsing niet bekend was. Nu dat wel bekend is, kost het dus meer om het op de juiste manier te herplaatsen. Als er naar de stort gebracht wordt, wat zijn dan de gemaakte kosten? En zijn er dan nog kosten die gemaakt worden omdat er nu helemaal afspraken gemaakt waar we niet onderuit komen? De verplaatsing van het Sgraffito heeft destijds 18.830 euro gekost, exclusief btw. En in het gehele traject van de bouw van de brede school, want daar gaat het om, is steeds rekening gehouden met het terugplaatsen van het Sgraffito. Ook hebben de gebruikers van de brede school een naam bedacht die een zeer nadrukkelijke link heeft met het Sgraffito. En er zal ook een onderwijsprogramma omheen gemaakt worden. Voor vragen 3 en 4, voorzitter. Beslissingen zijn te herroepen, dat is aan uw raad zelf. En voor eventuele procedures, zo u daarvan niet op de hoogte bent, verwijs ik u graag naar de griffie. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer, indien gewenst voor aanvullende vragen. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat mij bevreemdt, er is in eerste instantie is een budget afgesproken van volgens mij 12.500 van de raad. Uiteindelijk werden de kosten geraamd op 22.500. Heemschut, die zich sterk maakt voor dit soort projecten, die per jaar 175.000 binnenhaalt. Die kon het niet doen voor die prijs, voor het budget dat meegegeven is door de gemeenteraad, 12.500. Maar wat mij verbaast is, de gemeente Twente had zit in een bepaalde benarde financiële positie. Wat heeft ervoor gezorgd dat op een gegeven moment u zegt van nou goed, ook al valt het 35.000 euro meer of duurder uit dan gepland.
We zitten met enorme kosten. Wat was voor u de trigger om te zeggen, nou, we gaan het toch doen, ondanks de benarde positie van deze gemeenteraad? Vindt u dat een legitieme beslissing dan? Oké, dank u wel voor deze aanvullende vraag. Dan kijkt de gemeenteraad rond of er nog andere leden van de gemeenteraad. De heer Elsega wil ook een vraag stellen. Aan u het woord, meneer Elsega. En u gaat, of het aan de heer Veldmeijer of aan de wethouder is, aan u het woord. Voorzitter, ik heb eerst een vraag aan de wethouder en daarna heb ik een vraag aan de heer Veldmeijer van de PVV. Toen dit onderwerp behandeld is over het sgraffito-kunstwerk, en eigenlijk ging het helemaal niet ons per se om het sgraffito-kunstwerk, maar om het symbool, de ode aan de harde werkers van Vroomsoop, die na de Tweede Wereldoorlog Vroomsoop hebben weer opgebouwd. Dat was heel nadrukkelijk de gedachte achter dit verhaal en dat het verhaal verder verteld moest worden. Daar zullen we ons wel uitweiden in het debat wat nog volgt in september, want die is aangevraagd door de SGP. Wat mij bekend is, want toen zat ik ook in de raad, dat kunstwerk dat zou opgenomen worden in de bestek van de brede school. Dat is toegezegd. Dus we zouden hier helemaal niet meer in de raad over dit kunstwerk praten. Er is alleen gezegd, we gaan de cultuurmakelaar inschakelen voor wat fondsen. Het sloopbedrag was bekend, is net genoemd. Maar het zou opgenomen worden dus in het bestek van de brede school. En de vraag aan de wethouder is, hoe kan het dat het niet is gebeurd? Het is ook wat lastig, het is terugkijken, maar we willen daar toch wel graag antwoord op. Want die indruk had ik heel snel. En ik weet niet wat anderen inderdaad de indruk hadden. Andere vraag was voor de heer Veldmeijer. Ik lees in het verkiezingsprogramma van de PVV het volgende. Het cultureel erfgoed is belangrijk voor een goed besef van de Nederlandse normen en waarden. Ik ben ook benieuwd waarom u nu kritiek levert op dit kunstwerk, want dit is cultureel erfgoed. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik eerst de wethouder het woord, omdat de heer Veldmeijer ook een vraag aan u heeft gesteld. Kunt u meteen ook ingaan op de vraag van de heer Elsega. En daarna geef ik de heer Veldmeijer het woord. En zoals ook in het reglement van orde, er kunnen geen interrupties plaatsvinden tijdens het vraaghalfuurt. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen met de vraag van gemeente Belangen Twenterand. Het is wel degelijk opgenomen in het bestek. Ik heb begrepen dat de wijze waarop het destijds uitgezaagd is uit de gymzaal aan het Oranjeplein. Daar is toen beton achter gestort. Dat beton is afgebrokkeld. En dat betekent dat bij de herplaatsing daar opnieuw iets aan gedaan moet worden om die constructie ook duurzaam te maken. En zodat die ook in weer en wind buiten kan staan bij de nieuw te bouwen brede school. En dat, voorzitter, is ook eigenlijk meteen het antwoord richting de heer Veldmeijer. Want ondanks het feit dat het meer kost, hebben wij de afweging gemaakt om conform de wens van de raad het kunstwerk en de daarmee, en de heer Elsega wijst daar terecht op, de daarmee gepaardgaande symboliek te behouden voor Twenterand. En deze meerkosten die er zijn, en natuurlijk vinden wij het ook jammer dat die meerkosten er zijn, maar die meerkosten die kunnen gedekt worden uit het krediet van de brede school, waardoor de begroting, de gemeentelijke begroting, hierdoor niet extra belast wordt. Maar de opdracht van de raad om te behouden wat er is, en zonder verleden geen toekomst, daaraan hebben wij gemeente moeten voldoen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer, die kan ingaan op de door de heer Elsega gestelde vragen. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het klopt, de constatering. U heeft wat dat betreft ons kiezingsprogramma goed gelezen. Alleen wat wij nog belangrijker vinden is de tering naar de nering zetten. En als je het niet hebt, moet je het ook niet doen. En dan kun je wel weer een krediet afspreken, maar een krediet is niks anders dan een lening. En daar zal ook over betaald moeten worden. Heel simpel. Dank u wel. Dan sluit ik dit onderdeel van het vragenhalfuurtje af. En dan geef ik het woord aan de heer Reusken, die namens Partij van de Arbeid GroenLinks Twenterand een vraag zal stellen. Oh, ik had net al afgerond. Sorry. Nou, ik ben flexibel. Meneer Reusken, dan was ik net wat te vlug toen ik rechts en links keek. Ik weet aan wie u een vraag heeft, maar meneer Jonker, aan u het woord. Ja, de SGP die heeft zich aangemeld voor het raadsdebat op dit onderwerp in september. We hebben ook kennis genomen van dat stuk en wij delen wel de zorg van de heer Veldmeijer. Al niet alleen dat wij staan wel achter de keus die destijds door de raad is genomen. Maar wij dachten echt van, joh, hoe kan het dat nou zo erg uit de hand heeft gelopen? Dat was eigenlijk ons punt. En wanneer wordt daar de raad van op de hoogte gesteld? En wat staat ons dan ten doel van, ja, moeten we daar wel mee verder of niet mee verder? Dat was eigenlijk de vraag die wij daarbij hadden.
Ik zit even na te denken. U zou het willen agenderen voor september. We hebben nu het vragenhalf uurtje. Ik zit even naar de G4 te kijken. U wilt... ik denk dat vragen nu zijn gesteld. Dat de wethouder ook heeft aangegeven op de laatste twee vragen van de heer Veldmeijer. Wat te doen als u een ander besluit zou willen nemen. Dus daar wil ik het ook naar mee laten. Het is aan u om dan dat nogmaals te agenderen met bijvoorbeeld een motie vreemd aan de orde. Want het is niet meer een agendapunt voor de raadsvergaderingen. De raad hoeft hier geen nader besluit over te nemen. Of u moet het besluit vanuit wat de raad genomen heeft weer terug willen draaien. Ik kijk even naar de wethouder of ik het zo goed geformuleerd heb. Ja, u mag eventjes nog een aanvulling geven. Dat vind ik prima, wethouder. Ja. Is te veel... voor me staan. Ik heb begrepen dat het geagendeerd is voor het raadsdebat van september. Technisch lijkt mij dat geen probleem. Ik denk alleen dat het aan de indiener is om af te wegen of er nog gebruik gemaakt moet worden van het debat, of dat er een technische vraag gesteld kan worden en daarna eventueel een vervolg. Maar dat laat ik graag doen. Goed, dan staat geagendeerd, dank u wel voor het raadsdebat en volgens aan u om iets vervolgens ermee te gaan doen. Dan ga ik naar de heer Reusken namens de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Twenterand. Heeft u een vraag over gebruik gronden Natura 2000 en in het bijzonder de Engbertsdijksvenen? Aan u het woord, meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Normaal gesproken, als je als raadslid schriftelijke vragen stelt, krijg je vrij snel antwoord. En vaak zijn die ook afdoende om vervolgens weer verder te gaan. Alleen de antwoorden die wij als Partij van de Arbeid GroenLinks nu kregen met betrekking tot het gebruik van de gronden rondom de Engbertsdijksvenen gaven ons toch aanleiding om vanavond dit te agenderen en het opnieuw aan de orde te stellen. En de vragen die bij u allen bekend zijn, hebben wij een aantal vragen gesteld die gaan over de gebruik van de gronden nadat ze door de provincie zijn aangekocht en door agrariërs opnieuw worden gebruikt. En dan zeker met inachtneming van de toekomstige ontwikkeling en het toekomstig gebruik. We zijn 2 maanden verder en we zijn benieuwd of u nu wel concreter op de gestelde vragen antwoorden kunt geven als het gaat over het gebruik van die gronden. Als het gaat over kunnen we nu al inspelen over toekomstig gebruik. We willen graag van het college weten of ze nu wel of niet bereid is om vooruit te lopen op de ontwikkelingen rondom de Engbertsdijksvenen. Want we weten welke doelen we daar hebben, om daar nu al zoveel mogelijk natuur-inclusief beheer te realiseren. Want wij vinden dat het niet zo kan zijn dat er ontwikkelingen plaatsvinden op gronden van de overheid in dit geval en dat die tegenstrijdig zijn aan toekomstig gebruik. Dat lijkt wat ons betreft heel erg veel achter het paad achter de wagen stemmen. Wat ons betreft zou het zo moeten zijn dat toekomstig gebruiksfunctie die leidend dienen te zijn. Dus invullingen daarop gespitst moeten zijn. En volgens mij kunt u daar als gemeente Twenterand, ook al zijn de gronden niet direct in uw bezit, daar een actievere rol in spelen. Ik zou er graag een reactie op willen van u. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw wethouder van Abbema. Wethouder, aan u het woord die namens het college zal antwoorden op de gestelde vraag. Aan u het woord. Voorzitter, dank. De heer Reusken, ook dank voor de vragen die u gesteld hebt. Best een belangrijk onderwerp, Natura 2000, prachtig natuurgebied in onze gemeente. Nu geeft aan dat u teleurgesteld bent in de beantwoording van de vragen. En u geeft eigenlijk aan dat u vooruit zou willen lopen op de ontwikkelingen rond Engbertsdijksvenen om nu al zoveel mogelijk natuurinclusief beheer te realiseren. Maar u moet zich er wel van bewust zijn dat we nog eigenlijk midden in een proces zitten. Het proces samenwerkt beter. Wat moet leiden tot een inrichtingsplan voor het gebied Engbertsdijksvenen. Ik denk dat u ook wel weet, meneer Reusken, dat Engbertsdijksvenen een bijzonder precair proces is. En dat heeft er ook mee te maken dat er natuurdoelen gehaald moeten worden, waarvan wij ook weten
dat dat echt wat gaat betekenen voor de agrariërs die al sinds jaar en dag hun boterham moeten verdienen op de agrarische gronden rondom Natura 2000 gebied. Dit gaat echt wat voor hun bedrijfsvoering betekenen. En dat betekent dus ook dat het hele proces in die commissie, bestuurlijk adviescommissie, dat dat een buitengewoon zorgvuldig proces zal moeten zijn. En onderdeel van dat proces, en ook van het beheerplan, dat is dat het bestaand gebruik rond de Engbesdijk Venen tot nu toe geborgd is in het beheerplan. En bestaand gebruik, dat is waar wij het nu over hebben. En van de gronden waarvan u zegt dat dat anders zou moeten, daar zullen we pas na de afronding van het inrichtingsplan duidelijk hebben wat daar de gebruiksfunctie van zou moeten zijn. En ik hecht daar ook aan dat we dit proces ook zeer zorgvuldig blijven doen. Juist om het vertrouwen wat er gelukkig inmiddels opgebouwd is tussen de tegengestelde belangengroepen, laat ik het zo maar zeggen. En dat vertrouwen is best heel kostbaar en ik zou onder geen beding dat nu willen beschamen door in te grijpen in een proces wat buitengewoon zorgvuldig zou moeten verlopen. Het zijn provinciale gronden. Deze vragen die u stelt zijn ook in de provincie door de staten gesteld. Daarvan zijn nog geen antwoorden bij ons bekend op dit moment. Dus voorzitter, ik moet het even laten bij deze beantwoording. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken nog een aanvullende vraag. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het klopt dat het inderdaad een precair en zorgvuldig proces is. Ik ben daar zelf vorige week ook op die avond geweest en ik heb gezien dat dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. En ik heb ook veel vertrouwen in de BAK-commissie die daarmee bezig is. U gaf ook aan, in de Staten zijn ook vragen daarover gesteld. Er zijn vergelijkbare vragen daarover gesteld. Ik heb begrepen dat die vragen nog niet beantwoord zijn. Ik zou dan wel van de wethouder willen vragen om dan met de provincie contact op te nemen. En te kijken wanneer die vragen wel beantwoord kunnen worden, zodat we daar een totaalbeeld bij krijgen. En dat we toch met elkaar gaan kijken hoe we daar in het proces dit kunnen betrekken. Dus ik zou graag van de wethouder willen weten of ze daar met de provincie contact over wil nemen, zodat die vragen die wij gesteld hebben wel beantwoord kunnen worden. En dat hoeft wat mij betreft niet meer voor de zomervakantie. Dat mag mij, wat mij betreft ook in september. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reusken. Ik kijk even de raadsleden rond. Ik doe het wat langzamer, zodat niemand overslaan. En volgens weer terug moeten zetten. Nee, wethouder, u mag vanaf uw plaats reageren op deze vraag van de heer Reusken. Het was een niet zo'n ingewikkelde vraag, denk ik. Aan u het woord. Dat is heel aardig van u, voorzitter, dat we af en toe mogen blijven zitten. Voorzitter, de provincie is als adviseur ook eigenlijk bij alle bestuurlijke adviescommissies aanwezig. De volgende bestuurlijke adviescommissie zal in september plaatsvinden. Dat is zelfs een extra commissie. Ik ga ervan uit dat als er antwoorden op de vragen zijn, dat die ongetwijfeld ook in de commissie besproken zullen worden. Dus ik vind het op dit moment niet nodig om hier een toezegging op te doen om daar alsnog extra over te informeren. Zoals ik al aangaf, hecht ik eraan dat we het proces zoals we dat met elkaar afgesproken hebben in de bestuurlijke adviescommissie, dat we dat ook op dezelfde wijze voortzetten als we dat nu doen. Juist omdat het een heel precair proces is. Dus ik laat het hier even bij. Dank u wel. Dan ga ik verder met de agenda. Sluit dit vragenhalf uurtje af. En ik ga naar de vaststelling van het verslag van het raadsdebat op 3 juli 2018. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel voor om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is al dus besloten. Dan ga ik naar de vaststelling, agenda punt 5, besluitenlijst 12 juni, 19 juni en 3 juni 2018. Ook daarvoor zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel voor deze besluitenlijsten ongewijzigd vast te stellen. Wens iemand stemming? Dat is niet het geval, dan zijn ook deze, is al dus besloten, zijn ze vastgesteld. Dan ga ik naar de ingekomen stukken.
Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? Dan stel ik voor dat de procedure voorstellen over te nemen en de lijst vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval, dat is al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Eerst de verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017. Wenst iemand een stemverklaring daarover af te leggen? Wenst iemand stemming? Dan is het voorstel aangenomen. Dan ga ik naar de continuering rekenkamerfunctie WT 4. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar de bespreekagenda. Daar is als agendapunt 9 een verklaring van geen bezwaar omgevingsvergunning Beersterhooiweg 1 te Beersterveld. En omdat er vandaag laat vanuit het college nog een stuk naar u is toegekomen, is in het presidium afgesproken. En het presidium zijn de fractievoorzitters die voor een raadsvergadering altijd vooral de procedures met elkaar bespreken en ook wat vooral procedurele zaken met elkaar afstemmen, is gevraagd om aan de wethouder Harmsen om vooraf even kort aan te geven waar het laatste informatie van het college over ging. En ik geef wethouder Harmsen het woord. Ja, nee. Zo nu en dan mag er één blijven zitten, wethouder. Maar ik verzoek u achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Het is een gunst als u mag blijven zitten. Dat geldt ook voor de raadsleden. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik te verstaan zo trouwens, want ik heb het spul ervoor staan. Dus, ja, u heeft mij tijdens de raadsdebatten de vorige keer gevraagd om een stuk naar u te doen toekomen naar de raad over de risico's, de consequenties van als wij geen verklaring van geen bedenkingen zouden afgeven. Dat is ook een zorgvuldig proces geweest. Volgens mij heeft u ook kunnen zien aan een stuk, en ik snap dat het wat laat is geweest, maar dat zat ook in die zorgvuldigheid. En ik kan u verzekeren dat ook de ambtenaren die daar druk mee is geweest, of de ambtenaren, die hebben tot in de late uurtjes aan gewerkt. Dus ook daar de complimenten voor. Mij is dus gevraagd even een samenvatting daarvan te geven. Nou, de samenvatting is op sommige punten ook wel even wat lastig, want er staat al in een stuk staat het al benoemd. We hebben ook al een aantal zaken met elkaar besproken de vorige keer tijdens de raadsdebatten. Daar is ook al het nodige daarover gezegd. Dus ik wil nu alleen weer beperken tot ook de verklaring van geen bedenkingen, niet over een stuk historie. Van als we dat toen hadden gedaan, hadden we hier nu niet gestaan. Dat soort zaken wil ik niet nu benoemen. Wat ik graag even met u door zou willen nemen, dat staat eigenlijk ook in het einde van het stuk, de conclusies van de risico's en de gevolgen van het weigeren van dit verklaring van geen bedenkingen. Daar staat eigenlijk ook in benoemd, ik pak hem er even bij. Ik denk dat het goed is dat ook in de raadsleden er even bij pakken, zodat we even een kort momentje dat iedereen het heeft. Ja er staat op, ik ga maar even zo langs hoor, dus pagina 5, daar staat de onderste alinea, zo mooi hè, dat voelt een beetje als een les vandaag. De onrechtmatigheid van het bovengenoemde besluit is mede afhankelijk van de wijze van motiveren van het besluit. En daar zit het nou net in. Wij blijven bij de motivering zoals die nu is. We zeggen van, eigenlijk willen we het niet, maar worden wij genoodzaakt om de verklaring van geen bedenking af te geven. Gaan wij dan door, dan zullen wij op dezelfde motivering zullen wij doorgaan. En daar zit nou net de crux. Dan wordt ook continu dat onderbouwd van als wij nu doorgaan, dan lopen wij het een zeer groot risico dat wij dit niet gaan winnen. Dus dan komen we in een juridisch gevecht, komen we in juridische procedure. En dat gaan wij gewoon, zoals het nu naar uitziet, gaan wij gewoon niet winnen. Ik heb de vorige keer gezegd, het is 1% kans. Ik durf wel bijna te zeggen in deze raad, ik durf te zeggen, we hebben 0,1% kans. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Hoe graag ik ook anders mogelijk zou willen zien. Maar ik moet u ervan, ik moet u laten zien van waar de risico's zitten. En dat zit hem dus in die onrechtmatigheid. Van gaan wij door als raad, dan gaan wij op een onrechtmatige basis gaan wij verder. En eigenlijk, als wij in het juridische proces komen, dan worden wij continu daarop gewezen. Want u heeft op een onrechtmatige wijze heeft u gebruik gemaakt van het weigeren van het verklaring van geen bedenkingen. U bent daarmee doorgegaan, willens en wetens, en u had beter moeten weten. Dus dan is ook dit stuk, kan je dan ook zien van, nou, eigenlijk alle risico's staan erin benoemd.
Wij zijn meerdere malen gewaarschuwd als raad, ook als college, maar het is aan uw raad. De raad beslist en ik heb u daarmee alleen de risico's proberen te overhandigen voor wat de consequenties zouden kunnen zijn als we nu doorgaan. Dus het zit hem vooral in die onrechtmatigheid dat wij wel op de juiste gronden een verklaring van geen bedenkingen zouden moeten weigeren. Dus als wij door zouden gaan, dan verandert dat nog niks. Dat is vorige keer ook gezegd, van het gaat puur om de ruimtelijke ordening, daar zit het hele verhaal. Dus niet op andere gronden, daar hebben wij als raad op dit moment, als college, niks over te zeggen. Alhoewel we het überhaupt met elkaar zouden kunnen bespreken, maar daar gaat het in dit geval dus niet over. Ik heb u ook duidelijk willen maken, middels dit stuk, wat de mogelijke consequenties qua kosten zouden kunnen zijn. En dat is wel een belangrijke. Die staat helemaal onderaan, dat staat pagina 6. Daar hebben we even een opsomming willen maken. En daarin, u kunt het ook wel lezen van, de schadevergoeding zou al met al meer dan een ton kunnen bedragen. En dan is de indexering, zoals die is genoemd, dus de prijswijziging of de prijsstijging ook in de bouw. Wij weten allemaal, de bouwkosten, de bouwmaterialen zijn gigantisch gestegen. Dat is, hier is dat nog niet meegenomen, maar weet dus als het proces langer gaat duren, dan hebben wij dus te maken met die prijsindexering. Ik zie een kenner in de zaal, dus... maar wel even, het is een heel serieus punt. We gaan dus meer kosten maken, dus dat loopt ook boven de ton. En dan is er nog aan uw raad van, wilt u het risico nemen? Willens en wetens met de informatie die u heeft, dat wij op onrechtmatige wijze of onrechtmatige basis onze verklaring van geen bedenkingen gaan weigeren. Het is ook een zaak voor Ommen. En wij worden alleen gevraagd van, ja, zien wij qua ruimtelijke ordening, zien wij problemen? Dat is eigenlijk even heel kort in de notendop is dat dit stuk. En ik snap dat het heel uitgebreid is, 6 pagina's. Maar wij vonden het wel juist om het heel zorgvuldig te doen. En daarmee nogmaals dank ook aan de betrokken ambtenaren. Dat wil ik er wel echt bij benoemen. Die hebben zich daar heel echt in verdiept. Om te kijken van welke risico's lopen wij om het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Dus aan uw raad. Wij gaan er niet over. Het is aan uw raad om een keuze te maken. Zo is het nou eenmaal. En dan moet u doen met de informatie die u nu van mij heeft ontvangen. En ik zie daar nog een vraag aankomen van de heer Veldmeijer. Ja, meneer Veldmeijer, u heeft een vraag aan de wethouder. Geef ik de gelegenheid aan u het woord. Ja, we krijgen straks natuurlijk nog spreektijd hierover. Maar ik heb toch één vraag. Hoe staat de gemeenteraad onder in dit hele verhaal? Kunt u daar iets over vertellen? Wethouder, aan u het woord. Ja, is er nog aan. Nou, ik kan niet oordelen over hoe de gemeenteraad om en daarin staat. Dat wil ik ook niet doen. Ik heb wel met de betrokken verantwoordelijk wethouder heb ik gesproken. Omdat ik ook weet dat de vorige keer wij een inspreekster gehad. Mevrouw De Bruin, die heeft er wat verteld over dat er systemen uit zouden staan. Die discussie wat nu op landelijk niveau speelt. Ik heb mijn zorgen geuit. Ik heb gezegd van ik wil graag een mondelijke toezegging van het college daar, van de verantwoordelijke wethouder. Als hier wordt gebouwd, namelijk vanuit de gemeente om een... Zorg dat u de systemen controleert, dus dat de eisen die in de vergunning staan vermeld, dat u daar ook op handhaaft. En hij heeft ook, de heer Bongers, wethouder Bongers heeft ook aangegeven van, als alles klaar is met de bouw, gaan wij dat ook toetsen, dat de juiste systemen worden gebruikt. De stikstofreductie, al dat soort zaken, dat die daar mee worden genomen. En wij gaan ook de normale cyclus die bij dit soort bedrijven hoort, gaan wij daarin ook hanteren. Dus die toezegging heb ik vanuit college Ommen, en dat mocht ik hier ook mededelen. Van wij gaan daarop toezien dat de juiste zaken daar worden uitgevoerd. Ja, ik zit eventjes hoor. Ik geef nu de gelegenheid om vragen over dit verhaal te stellen aan de wethouder. En dan schorsen we denk ik om even u de gelegenheid te geven uw inbreng te bekijken. Want anders gaan we nu al het hele debat gaan ingaan. Dus ik wil er even voor waken. Dus vandaar even mijn opmerking op dit moment. De heer Veldmeijer heeft nog een aanvullende vraag. Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, omdat dit is een dossier wat eigenlijk ook voor onze tijd is. Eén vraag. Maar staat het college van Ommen, want u heeft contact gehad, wel achter die uitbreiding aan zich van dit bedrijf? Nou, ik ga daar niet over oordelen. Dat is een zaak voor Ommen. Ik bespreek alleen de verklaring van geen bedenkingen. Dat heb ik met de gemeente Ommen, dus met het college daar, met de verantwoordelijk wethouder besproken. Ik zeg van, ik worstel gewoon met dit dossier van, hoe gaan wij dat straks aanpakken en als er toch wantoestanden zijn, maar daar gaan we niet over. Wij gaan puur over die verklaring van geen bedenkingen. Daar hebben wij het over. Dan ga ik niet bij gemeente om een vraag van, ja, wat vindt u er dan van? Gemeenteraad, wat vindt u er dan van? Daar ga ik niet over.
Het is ook aan uw raad om daarover te beslissen. Wat doen wij met de verklaring van geen bedenkingen? En ik kan niet spreken voor een college van Ommen. Ik kan niet spreken voor een raad van Ommen. Ik kan alleen de verantwoordelijk wethouder vragen van wilt u erop toezien dat? En daar maken we ons wel zorgen over. En hij heeft mij de toezegging gedaan, dat ga ik doen. Oké, okay, dank u wel. Ja. Dan de heer Jonker en de heer Kerkdijk heeft nog een vraag en dan wil ik het ook afronden en dan gaan we verder zometeen met het debat. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de aangeleverde informatie. Aanvullende vraag daarbij is, we hebben heel snel kunnen lezen. De kostenanalyse die gemaakt is in het stuk, in hoeverre is daar ook meegenomen eventuele claims van de ondernemer? Want ik lees wel de ingrediënten, namelijk in het stuk van dat het 2 jaar kan duren, dat het om een weigeringspad is, dus niet meer over verlening. En als je dan kijkt dat er ook aanspraak gemaakt kan worden op een stukje eventueel ondernemersrisico, als je dan snel doorrekent, dan kom je met een ton bijna niet klaar, want dan een snelle rekensom leert dat je dan 4,5 ton en verder kwijt bent. Heeft u daar ook cijfers over? Of... Maar ik wil dit wel graag nu inbrengen als punt. Dank u wel. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel voor de vraag. Ja, het staat ook benoemd en ik snap dat u hem vraagt, want hij is laat gekomen, dus ik kan er even antwoord op geven. De vertragingsschade en eventuele omzetderving zijn in de kosten die nu zijn opgesomd, zijn er nog niet in meegenomen. Omdat het gewoon heel lastig te zeggen is van hoe lang gaat het traject exact duren, hoeveel omzetderving is er, hoeveel vertragingsschade is er. Dat kunnen wij voor een ondernemer, kunnen wij dat niet bepalen. Maar zoals die nu dus is, van meer dan een ton, dat komt daar inderdaad nog bovenop. Zou er bovenop kunnen komen? Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat we heel zorgvuldig onze woorden uiteraard moeten kiezen in deze. Heer Kerkdijk heeft nog een vraag aan u. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, in het stuk van Bugel en nog wat, moeilijke naam, Haaima, wordt op een aantal plekken gepraat over de kans is het grootst als de huidige argumentatie op grond van nieuwe vestiging gehandhaafd blijft. U gaf net in uw toelichting aan dat het college niet voornemens is om een andere argumentatie aan te voeren. Heb ik dat goed begrepen? Ik zou er aan u het woord. Het is een raadsaangelegenheid. U beslist als raad wat u ermee gaat doen. Ja. Dus ik ben gevraagd van breng de risico's, breng dat in beeld. Dat heb ik gedaan. En vervolgens is het aan u als raad om te beslissen wat te doen. Dan de volgende vraag is, we hebben destijds... Even wel via de voorzitter. En zo werkt dat. De heer Kerkdijk, aan u het woord voor de aanvullende vraag. En dat is ook de laatste wat mij betreft. Ik heb nog één vraag extra, voorzitter. Is dat toegestaan? Ik gaf u toestemming. Nee, naast deze nog één vraag. Nou, nog 2 vragen en dan stop ik er ook mee. Ja, snapt u wel? De eerste vraag is, we hebben destijds in het debat 5 punten. Inmiddels is er door de inbreng van de inspreker vorige keer ook weer andere punten aangedragen. 5 punten, 6 punten beschikbaar, die ook voor een nieuwe verklaring van geen bezwaar, of tegen de verklaring van geen bezwaar gebruikt kunnen worden. Die zouden we in kunnen brengen? Zou er aan u het woord? Nou, voor mij is het dossier nieuw. Ik snap niet helemaal de vraag. Misschien heb ik hem niet goed begrepen, maar ik weet niet waar u exact naartoe wil. Dus als u die wat zou kunnen toelichten, dan vind ik dat wel prettig. Ik stel voor dat straks die vraag even in de schorsing wordt gepakt en even wat u precies bedoelt. Dus u hoort. Uw microfoon aan. U had hem uitgezet. Hoor. Op pagina 6 wordt gezegd, er wordt dan geciteerd een uitspraak van de Raad van State. In de onderhavige zaak wordt vanwege weigering van de verklaring van geen bezwaar de vergunning geweigerd. Mijn vraag aan u is, als wij die verklaring niet afgeven, wordt dan de vergunning geweigerd of vindt er eerst een bezwaarprocedure plaats waarbij het niet afgeven van de verklaring ter discussie wordt gesteld? Wethouder. Ja, volgens mij kunnen we die dan even meenemen. Zoals het toch geschorst wordt, wat ik net al zei, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Voor mij is het een nieuw dossier, het kan wat complex zijn, dus ik neem hem even mee, kom ik straks met een antwoord bij u. Ja, ik stel voor dat dan bij de eerste ronde van het college deze 2 punten meegenomen worden. Wethouder, aan u nog het laatste vraag, opmerkingen. Ja, nog een kleine aanvulling, want er werd mij naar gevraagd hoe staat Ommen erin. Ik heb alleen gezegd, ik weet niet wat Ommen ervan vindt. Ik weet wel dat Ommen wel akkoord is gegaan met het plan wat er nu ligt. Dus dat kan ik u nog aan meegeven. Dat was nog een vraag van de heer Veldmeijer. Als het echt niet kan, u zegt van ik kan hier niet mee leven. Meneer Veldmeijer, dan een laatste vraag.
Ja, voorzitter, met alle respect, maar ik punt van orde, ik heb toch een beetje moeite met hoe u dit leidt. Ik vind u heel erg sturend in dit debat. En daardoor vind ik dat het debat op een gegeven moment doodbloedt op deze manier. Ja, meneer Veldmeijer, even voor alle duidelijkheid. Dit is nog niet het debat, hè? Voor alle duidelijkheid, het is de inbreng die u verzocht heeft in het presidium om de wethouder een korte toelichting te geven op het stuk wat laat naar u toegekomen is. Het debat vindt pas later plaats en dan kunt u alle kanten op met datgene wat u wilt. Dus ik ben nu sturend omdat ik vind dat u gevraagd hebt aan de wethouder. Als er vragen zijn waar de wethouder geen antwoord op weet, dan komen die later in tweede termijn. Want we gaan nu straks pas beginnen met het debat. Even voor alle duidelijkheid. Ik kijk de raad rond of men vindt dat men meteen met het debat kan beginnen. En ik heb net begrepen dat men liever eerst wil schorsen. Klopt het nog steeds? Ik kijk wat knikkende mensen. Ik kijk even rond hoeveel tijd u nodig heeft. 20 minuten tot 8:30, 17 minuten. Mooie tijd om te beginnen. Tot 8:30 schors ik de vergadering. Volgens mij is de raad weer compleet. Behalve de fractie van Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar die zal ook zo wel op de plek gaan zitten. En ik geef de heer Elsega namens gemeentebelangen Twenterand het woord. Aan u het woord, meneer Elsega. Ja, dank u, voorzitter. Vorige keer in het debat hebben wij al gesproken van het proces, wat de geschiedenis is geweest. En waar naar onze mening de kans de boord hebben gemist. November 2013. Het heeft geen zin om dat meer aan te halen. We hebben nu gevraagd om dit stuk, om een risicoanalyse te maken. En die verklaring van geen bedenking heeft eigenlijk zijn oorsprong. Niet alleen vanwege een collegevoorstel die naar de raad is gekomen. Maar ook omdat er in de raad van september een amendement is ingediend. En in het amendement, daar was het grootste deel van de raad van mening dat het nieuwe intensieve veehouderij was. Ik heb toen gezegd, ik heb nog even teruggekeken en geluisterd uiteraard, want dan zo je niet, dat de kans van slagen achter wij als GBT klein. Nogmaals weer verwijzen naar die november 2013, nieuwe IV of wat dan ook, omdat de rol van de gemeenteraad hier veel kleiner is, want het gaat om ruimtelijke ordening. Dus die nuance hebben wij gemaakt. Maar we hebben wel gezegd, we willen gewoon tot het uiterste gaan en eens kijken hoe ver we komen. En dat hebben de meeste fracties ook gewoon aangegeven van nieuwe intensieve veehouderij. Het is op onze grond 0,3 hectare. Wij vinden het nieuwe intensieve veehouderij. Nou, we hebben nu het verhaal gekregen. De wethouder heeft uitgelegd. Hij gaat nu van 1% naar 0,1% kans. Je hebt de pagina 5, dat onrechtmatige basis. Dat is voor ons ook de belangrijkste passage. Hè? Als de gemeente hier aan vasthoudt, bullens en wetens. Terwijl je gewoon weet dat je geen poorten hebt om op te staan. Want je hebt het dan over nieuwvestiging. En er is hier gewoon geen sprake van nieuwvestiging. Dan wordt dat gewoon vernietigd. En dan wordt er gesproken over een onrechtmatige besluitnemer. En dat wordt er dan ook zo verklaard. Als gemeentebelangen Twenterand vinden wij het 10 keer waardeloos dat het stuk er ligt. Dat het hier helemaal besproken wordt. Maar het is niet anders. En wij hebben geen beslissingen en maken geen beslissingen uit emotie. Het verhaal wat hier ligt is voor ons dat wij kansloos zijn. Ondanks dat wij het waardeloos vinden. En als we kansloos zijn, heeft het voor ons geen zin om verder te gaan, voorzitter. Dus wij gaan ook niet tegen die verklaring van geen bedenking stemmen als gemeentebelangen Twenterand. Omdat dat gewoon geen zin heeft. Als je dat wel doet, dan is dat gebaseerd op emotie of stoerdoenerij. Want het heeft gewoon geen kans voor slagen. En bovendien kost het een ton. Maar dat vinden wij dan nog wel belangrijk, maar het gaat ons om de inhoud. Wat wij wel willen doen, voorzitter, is we hebben op het laatst een motie voorbereid als gemeentebelangen Twenterand. Want we vinden wel een aantal dingen belangrijk in die zin dat het gaat om de bescherming van onze inwoners. Want als daar iets gebeurt, dan heeft vooral Vroomsoop Geerdijk aan die kant daar last van. En dan heb ik het over
luchtwassers die niet werken. We hebben misschien wel afgelopen weekend Nieuwsuur gezien. Die werd over een rapport uitgezonden. En dat was de evaluatie geurverwijdering door luchtwassersystemen. En het blijkt dat 28 van de 29 luchtwassersystemen in de stallen, die werken niet. Daar gaan wij, wij willen dat dat de juiste systeem wordt aangeschaft en dat willen wij in een motie verwerken. Ook dat er telkens weer het stalbranden uitbreken. Elke keer zie je het weer en dan blijkt dat er niet voldaan is later, maar dan is het kwaad al geschiet, want de diertjes die zijn levend verbrand, dat de sprinklerinstallatie niet is geïnstalleerd of op de juiste manier. Of dat het brandalarmeringssysteem niet werkt, zodat niemand in de gaten had dat het ding al voor de helft, het gebouw voor de helft in de brand stond. Maar dat soort dingen, wij willen daar dat de wethouder daar nadrukkelijk spreekt over met de gemeente Ommen. Ik heb het, de motie niet kunnen delen met de rest, omdat ik gewoon qua tijd, hè, dat is net al gezegd, we hadden het heel erg laat. Dus wij willen het laten kopiëren en rondsturen en kijken wat iedereen ervan vindt. En dan horen we het wel, voorzitter. En voor wat betreft deze bijdrage tot nu toe, denk ik dat ik wel heb gezegd wat ik wilde zeggen, voorzitter. Dank u wel. De heer Kerk, ik heb zo'n vraag aan de meneer Elsen. Ga eventjes, ja, even voor de duidelijkheid, u dient de motie wel in, dan maakt het onderdeel uit van de beraadslaging. En ga ik vanuit en u laat hem kopiëren voor de andere fracties, heb ik u goed begrepen? Ja, voorzitter. Ja, het is, kijk, het liefste had ik het van tevoren naar iedereen gedaan. Alleen, ja, vanavond 17:30, weet ik allemaal wat. Nee, dat heeft iedereen begrip voor, maar dan dient u hem in. Vervolgens wordt hij ook voor iedereen gekopieerd. En kan iedereen zelf beslissen of die in eerste of tweede termijn op de motie ingaat. Dus die ruimte is natuurlijk altijd. De heer Kerkdijk heeft nog een vraag. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan de heer Elsinga als fractievoorzitter van gemeente Belangen Twenterand. GBT is in 15 jaar tijd groot geworden, vooral omdat het GBT tegen landbouwontwikkelingsgebieden was en later tegen intensieve veehouderij. Het is een beetje bizar, echt de eerste voorstel wat hier deze raad passeert gaat over intensieve veehouderij. En eigenlijk heb ik uw inbreng toch wel ingeschat als zijnde dat u voor bent. Hoe voelt dat? Mag ik dat aan u vragen? De Elze gaat nu het woord. Volgens mij heb ik helemaal niet gezegd dat ik voor een megastal ben. Integendeel, bovendien, wij bestaan geen 15 jaar, we bestaan sinds 2006, dus reken maar even uit, dat is wat minder. Ik denk dat u in verwarring bent met de gemeenschapspartij, Westraad destijds. Wij zijn niet voor. Ik heb gezegd dat ik het 10 keer waardeloos vind. Alleen, ik wil geen beslissing nemen namens de fractie op basis van emotie. Het is gewoon, als u dit leest, en ja, u kunt het niet meer mee eens zijn, dat mag. Het is een kansloze zaak. Het is gewoon een kansloze zaak. En ik had graag elke strohalm die ik had aangegrepen. Ik heb met een partij van de gemeenteraad in Ommen gesproken. Daar ben ik net gevraagd, wat vinden die van? Ja, die vindt het ook allemaal niet geweldig. Alleen, het kan volgens het bestemmingsplan. Zij kunnen er zelf ook niet eens tegenhouden. Dus, dus dat. Stichting Vroom, die ons voor ons heel veel ellende heeft bespaard. Waar we ze nog altijd alle dagen dankbaar voor zijn. Ook zij zien geen andere mogelijkheid gewoon. Dus we hebben ons breed laten informeren en we hebben dit en alles bij elkaar, komt er steeds dezelfde conclusie uit. We zijn kansloos. En je kende ik, en ik had eigenlijk niet meer over de geschiedenis willen beginnen, dat heb ik gezegd. Maar u noodzaakte mij toch toe, november 2013, heeft u laten lopen, ook uw partij. Nieuw bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, had alles in kan en de kruiden geweest. Maar nu zitten we hiermee, en dat is het verhaal. Oké, dank u wel. Nog een aanvullende vraag aan de heer Elsinga, de heer Kerkdijk, en nu het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, de heer Elsinga zegt van ja, we laten ons niet leiden door emotie. Mag ik dat interpreteren als dat u de afgelopen 12 jaar u zich wel hebt laten leiden door emotie? De heer Elsinga, aan u het woord. Voorzitter, ik vind het bijzonder knap. Ik heb al eens gezegd dat de heer Kerkdijk altijd zegt dat hij weet wat ik denk. En wanneer ik emotie heb, nou ik heb ook hier geen emotie, ik heb geen klamme handen of zo. Ik huil niet, ik lach niet. Dit is gewoon een besluit wat je leest en waarin je gewoon ziet, het kan niet. En nogmaals, GBT had het liefst anders gezien. Maar het verleden zit ons nu in de weg. Het verleden waar wij voor hebben gewaarschuwd. Dank u wel. Nee, ho, wacht even. Een laatste vraag nog. Dit is echt de laatste, want daar ga ik ook over aan de heer Elsinga. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ik had zo even in de eerste vraag ook de bijvraag van, hebt u volgens u alles gedaan wat mogelijk is geweest in dit dossier? Meneer Elsinga, misschien nogmaals de heer Kerkdijk aangeven hoe het zit.
alles mogelijk, voorzitter. Dat was in 2013. Toen wisten wij, hadden wij al gehoord, dat de belangstelling was verschudderd voor deze locatie, de BS Rooiweg, van een medewerker die daar werkte. En die was eigenlijk aan het wachten op de uitspraak van de Raad van State. Wat ging er gebeuren met die logvisie? Nee, dit is het. Wacht even, meneer Kerkdijk, zo gaan we niet de discussie voeren. Er is een vraag gesteld, de heer Elsega geeft u antwoord en dan houdt het ook op. Elsega, vervolg in het zoog. Dit heeft een aanleiding. De uitspraak van de Raad van State, die weet ik over de logvisie, die is vernietigd. Nou, dan kun je twee. Het oude bestemmingsplan laat je dan in stand. Sorry, luisteraars. Wat toen in juni gebeurde, 2013, was dat de Raad een besluit kreeg van het college destijds van dat het bestemmingsplan nieuw gaan opstellen. Want er moest toch een nieuw bestemmingsplan komen. En bij dat nieuwe bestemmingsplan zou dan een voorbereidingsbesluit volgen. Alleen in oktober, 4 maanden later, kregen wij ineens een ander besluit voorgesteld van nee, laat het oude bestemmingsplan met die 10 stappen, nou waar we het allemaal over, die beschermt ons tegen alles. Ik citeer van destijds werd ook, er is geen vuiltje aan de lucht. Nou, we hebben nu donkere wolken boven de Beersrolweg. Jammer dat ik het niet helemaal uit heb, maar ik wil nog even verder gaan voorzitten, maar ik laat het voor u weten. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kerkdijk. De motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging ingediend door gemeente Belangen Twente Rand en zal ook, is ook denk ik voldoende ondertekend. Krijgt ook een nummer van de griffier. Meneer Kerkdijk, u mag dagen staan. Het is geen interruptie, maar u mag uw betoog houden. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het standpunt van de CDA, ik heb dat in de toelichting, bij de toelichting van de wethouder ook al aangegeven, hebben wij in september 2017 en begin deze maand bij de behandeling in het debat al aangegeven. We stellen wel vast dat er, dat is mede ook naar leiding van de inbreng van mevrouw De Ruiter op 3 juli, dat er toch de nodige vragen blijven over handhaving en toezicht. Ik begrijp dat het GBT op dat punt ook met toch wel een motie zal komen, om daar een aanscherping op te zetten, of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, die motie wordt zo rondgedeeld. Ik krijg het zo, meneer Kerkdijk. Wij wachten voor spanning. Een tweede punt, en dat is toch ook wel een nieuwe ontwikkeling. In het rapport van Bugel Haaiema wordt gesproken over, ja, het enige wat je kunt doen is een claim richting gezondheid. In het geval wil dat er eind vorige maand een rapport verschenen is van het ministerie van Landbouw. Een rapport samengesteld door het RIVM. Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op gezondheid van omwonenden. Onderzoek naar potentiële blootstellingen en gezondheidsproblemen. Ik denk dat toch ook wel een wat ander licht werpt op de zaak. Ik moet wel zeggen dat het onderzoek, zoals vaker met onderzoek het geval is, ook eindigt met de conclusie. We moeten het nog verder onderzoeken. Dat even terzijde. Maar er zitten toch een aantal gezondheidsrisico's in, waarvan ik zoiets heb, ja, wij zoiets hebben, dat biedt toch wel mogelijkheid. Nog even terug naar het advies van Bugel Haaiema. In de schorsing hebben wij gesproken in gezamenlijkheid over wat is het dan wanneer je nog met nieuwe argumenten aan zou komen. Mijn vraag ook naar aanleiding van de toelichting van de wethouder. Maar inderdaad zegt dus betreft de tekst ook, ja dat zou je kunnen doen, maar je bent er te laat voor. Dus nieuwe argumenten kunnen niet ingebracht worden. Wel een vraag ten aanzien van de juridische procedure die het stuk ook schetst. Bestaat uit 2 delen. Die zegt, wanneer de verklaring niet wordt afgegeven, is het waarschijnlijk dat de gemeente Ommen daar bezwaar tegen aantekent bij de rechtbank. En de kosten daarvan zullen ongeveer €1350 zijn. En daarop volgend wordt er geciteerd een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die zegt van ja, daarna loop je ook het risico in gebreken gesteld te worden. En dan kan de schade oplopen tot €100.000. Dat klopt. Maar dit betreft een zaak waarbij vanwege weigering van de verklaring de vergunning geweigerd is. En ik zou graag straks een toelichting willen hebben of dat in dit dossier ook het geval is. Want die vergunning die zal nadat Ommen het weigeren van de verklaring bij de rechtbank, door Twente dan, bij de rechtbank heeft aangevochten, zal Ommen die vergunning gewoon waarschijnlijk geven. Ik moet ook zeggen dat je dan op het punt komt, wat heeft dit voor zin? Nou, dan hebben we in ieder geval, ik heb dat net aan de heer Elzegger ook gevraagd, dan hebben we het uiterste in deze zaak gedaan. En we hebben het voorgelegd aan de rechtbank. En ik denk dat onze inwoners daar recht op hebben. Dus wij pleiten er toch voor die gang te volgen en uiteindelijk het weigeren van de verklaring rechtelijk te laten toetsen. Maar de vraag of dat dan ook uiteindelijk leidt tot een schadeloosheidsstelling, die vind ik in dit stuk te ver gaan. Maar ik wil graag. Meneer Elsinga heeft een vraag aan u. Meneer Elsinga, u het woord. Ja, voorzitter, de heer Kerk twijfelt nog steeds aan dat we tot het uiterste zijn gegaan. Ja, wij zijn tot het uiterste gegaan.
Nou, u zegt u ook, nou dat is me niet opgevallen na 5 jaar geleden. Maar waar het mij nu om gaat, u verwees nu naar een onderzoek van RIVM over VO3 en omwonenden, VVOG heet dat. In het bestemmingsplan van Schuddert, daar wordt weerlegd waarom het kan. In 300 pagina's, en dan kijkt u pagina 65 tot en met 69 en dan ziet u daar staan waarom het kan. Dus we hebben daar ook al geen mogelijkheid. En dat is ook al, laat ik zeggen, goedgekeurd. Kijk voor een reactie. Ja, als die gaat. Ik vind het wel heel bijzonder dat er in 2013 u refereert aan een onderzoek wat op 7 juni 2018 verschenen is. Dus ik denk dat u wat dingen door elkaar had. Jonker heeft de vraag nu. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik help de heer Kerkdijk in herinnering dat het hier, als wij vandaag niet het besluit nemen om een verklaring van bedenkingen af te geven, dat we weigeren. Zo staat het ook in het stuk van Hugo Hayema. Heel duidelijk op pagina 5. En dat is dus een onrechtmatig bestuursbesluit waarop verder geprocedeerd kan worden richting Ommen. En Ommen zal ook Twenterand aansprakelijk stellen en ook de ondernemer. Ja, Kerkdijk. Ik denk dat de interpretatie van de heer Jonker toch een andere is dan mijn interpretatie. Wij geven die vergunning namelijk niet af, dus wij weigeren de vergunning niet. Wij wijzigen inderdaad de verklaring. Ommen zal de vergunning af moeten geven. En Ommen zal, voordat dat gebeurt, met grote waarschijnlijkheid het weigeren van Twenterand bij de rechtbank aanhangig maken. Heel kort. Nog een aanvullende vraag, de heer Jonker. Ja. Heel kort, voorzitter. Ommen heeft de verklaring van geen bedenkingen nodig. Dat is de procedure. Dus als Twenterand die blijft weigeren, dan volgt er gewoon een proces van de rechter om alsnog de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dus dan kan Ommen niet eigenhandig van, nou Twenterand heeft geweigerd, nou geef het alsnog maar de vergunning af. Nee, die verklaring is gewoon nodig. Oké, meneer Kerkdijk knikt, dus heer Jonker. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar de ChristenUnie. Ja, en nu het woord. De Huisjes. Ja, voorzitter, bedankt. Allereerst wilde ChristenUnie de wethouder bedanken voor zijn reactie van vandaag. Hieruit blijkt dat het voor Twenterand, als we geen verklaring afgeven, dit een kwestie wordt van trekken aan, in dit geval een dood varken. Het succes van volhouden lijkt niet heel, of in ieder geval zeer klein. Het risico op procedures of schadeclaims lijkt daarentegen wel aanwezig te zijn. De ChristenUnie is van mening dat we het naar de burger toe niet kunnen uitleggen dat we de kosten, en misschien wel veel kosten, meer dan een ton las ik in de stukken, dat we die kwijt zijn zonder dat we er iets mee bereiken. Uiteindelijk zal de burger de rekening moeten betalen en dat willen we voorkomen. De ChristenUnie is dan ook voornemens om in te stemmen met het raadsvoorstel zoals het er nu ligt. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Aan u het woord. Jonker, ja. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik kan kort zijn. Het gaat hier vanavond over een gevoelig en een precair onderwerp. Dat is al meerdere keren aan de orde geweest. Maar het ligt hier gewoon een concreet voorstel. Het college heeft er alles aan gedaan om informatie boven water te krijgen. Dat hebben we ook gedaan. En wat je ook vraagt, het komt toch neer op dat, ja, wat de wethouder ook in de raadsdebat al gezegd heeft, van we hebben geen podium op te staan. Kijk, ja, inhoudelijk heeft er verder geen noodzaak om hier verder op in te gaan. Waarschijnlijk zal de verklaring afgegeven worden en daar is onze fractie wel blij mee. Oké, dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook wij gaan het niet langer maken dan nodig. De PVV is tegen meegestolen, laat het helder zijn. En het liefste zien we natuurlijk dit ook allemaal niet gebeuren. Maar soms moet je je ergens bij neerleggen, helaas. En dan moet je op zoek naar ander beleid. Ander beleid om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. Want laat dit duidelijk zijn, dit mag nooit meer gebeuren. En aan het college vragen we dan ook op welke manier in de toekomst soortgelijke casussen kunnen worden voorkomen. Graag een antwoord. Kunt u bijvoorbeeld toezeggen dat u in oktober dit kalenderjaar met een voorstel naar de raad komt hoe u deze wens van onder andere de PVV gaat omzetten in beleid? Kijken we naar de conclusies van Hugo Hayema, dan valt het volgende op. De kans op succes bij de rechter is zeer klein, ook bij een nieuwe motivering. Het is gewoon domweg te laat.
Ook om de deskundigen nog eens te laten kijken naar nieuwe inzichten wat betreft de volksgezondheid. Een rechtszaak kan verregaande consequenties hebben voor de geloofwaardigheid en het imago van de gemeente. Juist omdat de kans op succes zo klein is. De relatie, en dat is weliswaar de minst zwaarwegende factor, maar toch wel een factor. De relatie met andere overheden kan verstoord raken. En het bedrijf waar het hier om gaat voldoet aan alle gestelde eisen. En een rechtszaak betekent, voorzitter, dat gedurende het proces, en dat kan wellicht jaren duren, andere bedrijven ook op slot gaan en wellicht niet kunnen uitbreiden. Er moet immers nieuw beleid worden geformuleerd voor wat betreft het bestemmingsplan buitengebied. En dit kan leiden tot nog meer schadeclaims. En de kosten boven de 10.000 euro, ja, dat vinden wij veel te veel. Dit is zonde van het geld en bovendien hebben wij geen tonnen op de plank liggen. Samenvattend, voorzitter, de PVV betreurt de gang van zaken, is tegen uitbreiding, maar ziet zich genoodzaakt het advies van Bugo Haijema en ook van dit college op te volgen. Het is niet anders. We gaan op basis van symboliek geen rechtszaak voeren met enorme kosten die gedoemd is uit te lopen op een drama. Een drama voor alle partijen. En wij adviseren het college in gesprek te gaan met deze ondernemer en het gesprek met hem en de omgeving aan te gaan met als doel dat deze vervelende situatie omgebogen wordt tot een situatie waarmee uiteindelijk, en ja, soms moet dit, dan is er geen andere keuze om te komen tot een situatie waarbij iedereen kan leven. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Kogers van VVD. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, de vragen die gesteld zijn tijdens de debatten en de twijfels die er waren omtrent kosten en rechtmatigheid van het weigeren van een verklaring van geen bezwaar, heeft ons vanmiddag de aanvullende informatie bereikt over dit dossier. En het blijkt moeilijk om in dit dossier te verharden in de opvatting van Twentrand om geen verklaring van geen bezwaar af te geven. Dit is lastig, maar als je geen mogelijkheden ziet om je standpunt te realiseren, moet je je soms neerleggen bij de feiten. Als Twentrand blijkbaar geen zeggenschap heeft over dit kleine stukje grond, zouden wij voorstellen om er dan ook maar afstand van te doen, zoals we ook al hebben aangegeven in het debat. Als Ommen over dit stuk regeert, moeten ze het ook maar overnemen. Laten ze daar dan wat tegenover stellen. Wij verzoeken het college hier actie op te ondernemen en te onderzoeken of Ommen hiertoe bereid is en wat dan de mogelijkheden zijn. Wat de VVT betreft blijkt uit de aanvullende gegevens dat dit dossier trekken aan een dood paard is. En dat is geen hobby van de VVD. Wij moeten ons als raad beraden over wat hier nu de verstandige beslissing is voor de gemeente Twenteland. Wat betreft de motie die net is uitgedeeld, daar kunnen wij ons volledig in vinden. Ik zou haar zeggen van we willen die mede indienen, maar hij is al ingediend. Maar die kunnen wij dus steunen. Dank u wel. Dank u wel. Ik denk dat u altijd een motie mee kunt ondertekenen, al is ingediend. Kan. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank aan de inzet van het ambtelijk apparaat en ook de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Zeker naar aanleiding ook van de vorige raadsvergadering. Er was veel werk verzet en dat moeten we denk ik niet onopgemerkt laten. Dus bij deze. Deze raad heeft heel duidelijk gemaakt in de afgelopen jaren dat we geen voorstander zijn van megastallen. Niet als het gaat om nieuwbouw, maar eigenlijk ook niet als het gaat om uitbreiding. En daar hebben we ook besluiten met elkaar over, in ieder geval standpunten met elkaar over ingenomen. En dat betrof ook de Beerse Hooiweg, ook als het gaat om maar een klein stukje grond. Ik denk dat we daarin heel veel hebben geprobeerd duidelijk te maken en ook heel veel inzet op hebben geprobeerd te plegen. En het blijkt dus, en dat zeg ik met pijn in het hart, dat het college geen mogelijkheid ziet om, om geen verklaring van bezwaar af te geven. En dat in dit geval eigenlijk om het bevoegde gezag is om het verder in werking te stellen. Er wordt gesteld dat het om een uitbreiding gaat en niet om nieuwe vestiging. En dat wat betreft Twenterand alleen maar gaat om het toetsen van de ruimtelijke ordening. En dat dit plan zoals het nu voor ligt daaraan voldoet. En dat we geen andere mogelijkheden hebben. Wij betreuren dat. Maar zien ook op basis van de informatie die we nu hebben, dat het college en wij ook niet tot een andere afweging kunnen komen. Toch vinden wij nog een aantal punten waar we aandacht voor vragen en dat ook de wethouder mee willen geven. En misschien ook wel richting Ommen willen uiten. Want naar onze mening is nog steeds sprake dat er het leefomgeving wordt aangetast. En dat het leefmilieu wordt aangetast. En dat daar toch rekening mee moet worden gehouden. Een van de sprekers, de heer Elzegeen, noemde het al, als het gaat over de biologische wassers, die moeten zorgen
tegen het tegengaan van de stankoverlast. Daar moet echt aandacht voor zijn. Ook zeker gezien de rapporten die er net zijn. En vorige week nog vlak over de grens in Rijnen, waar duizenden varkens bij een stalbrand zijn opgekomen. Dat moeten we met elkaar niet willen en dat moeten we voortdurend aandacht voor blijven vragen. Ook het aantal vervoersbewegingen vragen wij daar ook nog even aandacht voor. Er wordt gesteld dat het daaraan voldoet, maar als we gaan kijken wat de consequenties daarvan kunnen zijn, vragen wij ons toch echt af of daar ook goed naar gekeken is. Dan gaat het om de vervoersbeweging langs het Wierdense Veld en de Engbedijkse Venen, die daar toch wel mee belast worden. En ik wil de wethouder vragen om er toch kort op te reageren. Tot slot, ik heb de motie net bekeken. En wat de Partij van de Arbeid GroenLinks betreft, kunnen wij deze motie steunen. Zeker als het gaat om de aanbevelingen die gaan om de erkende gecombineerde biologische luchtwassers. Dus die zullen wij steunen met de opmerking die wij net hebben gemaakt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Ik heb iedereen gehad. Wethouder, wilt u schorsing? Ja, het college wil graag schorsing. En ik stel voor het 9:15. 5 minuten. Ja, wethouder. De heer Elsinga. Sorry. Voorzitter, ik heb even nog een vraagje. Kijk, ik heb het rond laten delen, maar ik heb hem helemaal niet voorgelezen. Dus in mijn beleving heb ik hem dan niet formeel ingediend. Dus mensen kunnen gewoon meetekenen. Dat is wat mij betreft geen probleem. Alleen, ik heb even de tijd wat ik had weer aangegeven waar ik mee zou. Dus vandaar. Dat is prima. Dan stel ik het volgende voor. Dan gaan we wel even schorsen. Dan kan het college straks in 1 keer door. Dan geef ik u als eerste kort het woord voordat het college het woord krijgt om even uw motie in te dienen. Dan kan het college en op de gestelde opmerking vragen van de raad ingaan, maar ook op de motie. En vervolgens gaan we dan gewoon conform de reguliere procedure verder. Het college geeft aan 5 minuten. Ik stel voor om 9:10 te beginnen. Dan heeft u nog tijd om te kijken of u de motie mee wilt indienen, om ook uw handtekening onder deze motie te zetten. Die ruimte is er dan volledig en hebben we het ook op de goede manier gedaan. Goed, ik probeer weer te kijken of wij weer verder kunnen gaan met onze vergadering. Na de schorsing gevraagd door het college. En zoals ik heb aangegeven, net voor de schorsing zal eerst de heer Elsinga namens gemeente Belangen Twenterand het woord krijgen. Die zal zijn motie voorlezen, het verzoek aan het college. Want in een motie doe je altijd een verzoek aan het college om zaken te gaan doen. Dat zal hij voorlezen, want iedereen weet waar de motie over gaat. En ik geef nu de heer Elsinga het woord. Voorzitter, ja, ik zie dat CDA er nog niet is. Nee, dat wou ik net zeggen. Ik zie het CDA nog niet. Dat wou ik net aangeven. Dus opeens is er 1 fractie, is er niet. En de heer Veldmeijer ook niet. Dus het lijkt me goed om dat de G4 even gaat kijken waar deze fracties zijn. Ja. We waren het CDA kwijt en de PVV. Ik was begonnen. En de PVV, de heer Veldmeijer. Ja, de heer Veldmeijer komt er ook aan. Excuus dat ik te laat u miste. Excuus de heer Veldmeijer, maar ik miste het CDA en de PVV. Maar ik heb ze weer allemaal compleet. En de heer Elsinga zal het verzoek aan het college voorlezen. De heer Elsinga, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Dat zal ik zo meteen doen. Ik heb even nog een kleine aanvulling. Want houd het op na vanavond. Nee, dat niet. Want er komt een terinzagelegging bij de gemeente Ommen. Want dat is het vervolg. En daar kunnen gewoon weer zienswijzen op ingediend worden. Dus en wij gaan ook, willen de wethouder ook verzoeken om ervoor te zorgen dat het niet juist in de vakantieperiode terinzagelegd wordt. Want dat soort geintjes heb je ook al eens. Volgens mij mag dat niet meer. Maar we willen wel dat het echt in een serieuze periode in september of zo gaat gebeuren. Dus dat is er nog. En de NB-vergunning is ook nog niet afgegeven. Dus er zijn nog wel een aantal mogelijkheden die er wel zijn. Alleen omdat wij alleen maar over RO gaan, kunnen wij daar verder niks mee. Maar het is wel even een medegedeeld dat het gewoon nog moet gaan gebeuren. De motie, zoals ik al zei, die indienen, mede-indieners kunnen nog. Er staan nog niet alle handtekeningen op. Ik hoor wel wat ze ervan vinden, waarom wil en waarom niet. Ons doel is dat we de inwoners gewoon willen, zoveel mogelijk willen beschermen.
We verzoeken het college de volgende zaken met de gemeente Ommen te bespreken. 1. In de beoordeelde aanvraag worden alle stallen daadwerkelijk voorzien van erkende gecombineerde biologische lachwassers die zorgen voor 85% ammoniak en een geurreductie van 80% fijnstof. De gemeente Ommen ziet hier op toe. 2. Alle stallen die uit brandcompartimenten bestaan worden uitgerust met sprinklerinstallaties en alarmsystemen ter voorkoming van uitbrekend brand. De gemeente Ommen ziet hier op toe. 3. De gemeente Ommen te bewegen een toetsingsinstrument in het gemeentelijk beleid op te nemen. Dit instrument bestaat uit een checklist met indicatoren betreffende geur, fijnstof en endotoxinen, zoonozen, landschappelijk inpassing en transport. Dit is dus aanvullend beleid op het bestemmingsplan, waar ook iets over in staat in het coalitieakkoord. Bij zo'n instrument wordt per indicator de relatie tussen gezondheid en veehouderij beschreven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan is door deze motie een aantal fracties ook mee ondertekend. Ik kijk even naar de G4. Hij wordt dan ingediend, is ingediend door de heer Elzinga namens Gemeente Belangen Twenterand. Is ondertekend door de ChristenUnie, de heer Smelt en de heer Kobus van de VVD. Ik ga ervan uit dat dit de mede-indieners zijn dan. En dan wordt er straks over deze motie gestemd. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Wethouder Harmsen, aan u het woord. Nou, ik begin even bij het CDA. Die probeerde daarin een relatie te maken met gezondheid. Claim naar gezondheid. Nou, wij hebben de verklaring van geen bedenkingen. Ik blijf erbij. Wij toetsen alleen op de ruimtelijke ordening. En dat is voor ons ook het kader waar wij op getoetst hebben. Ook de weigering van de verklaring van geen bedenkingen. Nou, dat staat eigenlijk ook in het rapport uitgelegd wat de consequenties kunnen zijn. Het is juridisch dwingend, dus Ommen die moet dit volgen. Het college gaat dan in beroep. De commissie van geen bezwaar wordt overgeslagen, want zij moeten deze procedure moeten zij gelijk in beroep bij de rechtbank. En dan komen we dus in die juridische molen, wat eigenlijk ook in dit rapport is beschreven. Dus daar lopen we gewoon tegenaan. De ChristenUnie, nou eigenlijk geen vraag gesteld. Wel dank voor de woorden ook vanuit, waarin werd gezegd, realisme. En eigenlijk geeft het PVV, die geeft het ook aan, maar ik zie dat er nog even wat tussendoor komt, dus ik zal even wachten. Wacht even, de heer Kerkdijk heeft nog een aanvullende vraag. Nu de heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gaat met name om dat vervolg in de juridische procedure waar Ommen voor staat. Kunt u eens schetsen hoe dat dan gaat? De verklaring van geen bedenking wordt door ons geweigerd. Ommen gaat naar de rechtbank. Wat komt er daarna? Nou, eigenlijk heb ik dat net uitgelegd. Dan komen we dus in de juridische gang. Dus college Ommen, wij geven de verklaring niet af. Dan komt die bij Ommen terecht. Nou, college Ommen die moet dit volgen omdat het wij niet afgeven. Het college gaat dan in beroep omdat zij wel toestemmingen daarvoor hebben verleend. Dus Ommen gaat daarin verder. Dus zij moeten ook in beroep gaan. Zij moeten dan bij de rechtbank in beroep. En dan gaan we eigenlijk het traject in, zoals ook in het rapport is omschreven, waarbij de risico's lopen. Heer Kerkdijk heeft een aanvullende vraag. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dat vervolgtraject, daar gaat het met name om, voorzitter. Het traject in, dat houdt in dat Ommen door de rechtbank in het gelijk kan worden gesteld, noem ik het dan maar even. En dat Twenterand gedwongen wordt de verklaring van geen bezwaar af te geven, of in ieder geval gehoord wordt door de rechtbank. En die verklaring uiteindelijk aan het dossier wordt toegevoegd. En dan kan Ommen een bouwvergunning afgeven. Heb ik het daarmee correct? De heer Harmsen, aan u het woord. Nee, dat klopt niet. En ik wil nogmaals op wijzen, ik heb toen straks heb ik alles uitgelegd. Het staat ook uitvoerig in het rapport beschreven. En ik wil ook nogmaals met nadrukken, het is aan u om daar vervolgens een besluit in te nemen. Ik adviseer daarin. Ik heb net even de rechtsgang, heb ik enigszins wat uitgelegd. En dan is het gewoon aan uw raad om daarover te beslissen. Dank u. Eén aanvullende en dan sluit dit debat af. De heer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Ja, het gaat met name om de stappen die Ommen kan ondernemen. Want in uw rapport, wat u ons vanmiddag hebt toegestuurd, staat wanneer de vergunning niet wordt afgegeven, kan de gemeente een schadeloosheidsstelling gedwongen worden te betalen van 100.000 euro. Maar als ik u goed begrijp, wordt de verklaring van geen bezwaar wordt uiteindelijk toegevoegd aan het dossier en kan Ommen een bouwvergunning afgeven. En dan is het dus die laatste uitspraak van de Raad van State die is toegevoegd, is dat niet van toepassing? Of is mijn interpretatie niet? Als de wethouder hier een antwoord op kan geven, anders dan kan ja, nu gaan we, nu wordt het een beetje een juridisch steekspel van hoe gaat die volprocedure verder. Hij klopt niet, maar dat staat ook uitvoerig beschreven in dat rapport, wat de consequenties zouden kunnen zijn. Dus ja, dan moet ik het rapport weer bijhalen. Maar hij klopt niet wat u zegt, maar het is gewoon
Zo ga je heel diep de procedure in. Ik heb het net uitgelegd. Ik heb toen straks heb ik ook verwezen naar het rapport. Ik heb het rapport erbij gepakt. Ik heb gezegd, dit zijn de consequenties. Weet wat u daarin kan doen. En het is aan u. En ik had het liever anders gezien. Klopt. Vervolgende betoog, wethouder Arnsen. Dus daarmee kom ik eigenlijk op punt PVV. Die zegt op welke manier naar de toekomst toe. Het lastige in deze is, ik kan zeggen van wij komen nooit weer in eenzelfde soort situatie. Het is ook een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie. Ik vraag me af of er überhaupt zo'n situatie is in Nederland. We hebben niet zo, ook niet voor niks zo heel veel uitzoekwerk moeten doen. Dit is ons beleid. Als er iets gebeurt op grondgebied van een andere gemeente en er zit net een puntje, want zo is het ook, het gaat om 0,3 hectare, dan kom je in zo'n situatie. Hij is zeer bijzonder, hij is uitzonderlijk. Maar als ik nu zeg van nou, ik verwacht geen nieuwe situatie en er zal, als er ooit iets komt, misschien wel een heel andere situatie, zegt hij, ja, wethouder, u heeft toen gezegd, dat zal niet. Dus ik kan nooit uitsluiten dat we niet in dezelfde soort situatie zouden komen. Ik kan alleen meegeven, het is een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie die echt, ja, praktisch niet voorkomt. De heer Veldmeijer heeft de vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou aan de wethouder willen vragen. Ik snap uw redenering, die kan ik helemaal volgen. Maar kunt u toch niet onderzoeken of je een casus als deze toch kunt voorkomen? Wellicht met hele makkelijke middelen of instrumenten. Maar kunt u in ieder geval het wel gaan onderzoeken om dit in ieder geval te voorkomen? En als dan de conclusie is dat je het niet kunt voorkomen, dan heeft u het in ieder geval geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Wethouder, aan u het woord. Maar zoals het er nu ligt, hebben wij als raad ook geconstateerd van eigenlijk, dit is het maximale wat we nu kunnen doen. En dan ga je al het beleid ga je op de kop zetten. Maar wij zijn dan nog steeds afhankelijk van een gemeente aan de andere kant. En daar hebben wij geen invloed op wat een andere gemeente doet. Wij hebben het maximale gedaan wat wij konden. Ik heb gezegd van wij hebben altijd gestreden voor, we willen geen nieuwe intensieve mega veehouderij, intensieve veehouderij. Want dan zeg ik het dubbel. Daar hebben wij voor gestreden met elkaar. En heb je nou net zo'n vervelende casus als deze, daar krijg je mee te maken. En om nou te zeggen van, we hebben nu een vervelende casus, we gaan het hele beleid omgooien. Nee, we hebben gezegd, dit willen we niet weer. We willen geen intensieve veehouderij, geen megastallen. Dat willen we gewoon niet. En ik ben dan ook zeker geen voorstander om te zeggen van, nou, we gaan allerlei rare dingen doen. Misschien zeg ik dan wat verkeerd. We gaan allerlei beleid op de kop gooien om te zorgen van, ja, misschien kunnen we dan nog wat. Maar dan kun je nog steeds in zo'n situatie komen als deze. Omdat wij geen invloed daarop hebben wat in de buurgemeente gebeurt. Nog een aanvullende vraag van de heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel. Voorzitter, we zitten in de agenda van Twente, de Raad van Twente, hoe het allemaal niet heet, en die samenwerken met 14 Twentse gemeentes. Soms heb je te maken met grensoverstijgende politiek die je moet voeren. Kunt u het dan niet op de agenda zetten van een bijeenkomst waarbij je met al die 14 Twentse gemeentes zit? Kunt u dit niet aan de orde brengen? Wellicht hebben die gemeentes een soort gelijke probleem. Wethouder, aan u het woord. Ja, dan had het in deze nog niet uitgemaakt, want dan hadden we nog te maken gehad natuurlijk met een ommen. En dat valt niet onder dat verband. En ik weet dat wij in de samenwerkingsverbanden die er zijn, worden al de casussen besproken en wordt gekeken van hoe kunnen wij beleid zo nauw mogelijk bij elkaar aan laten sluiten. Maar ja, in deze is dat gewoon niet het geval. We hebben geen mogelijkheid. Dus, ja. Ja, dank u wel. PVV, ik wil nog wel even danken dat u ook zegt van wij willen gewoon realistisch zijn, wij willen geen geld verknoeien eigenlijk. Daar ben ik u dankbaar voor dat u er realistisch naar kijkt. U zegt van wil de wethouder, de portefeuillehouder in gesprek gaan met de ondernemers, met de buurtbewoners. Deze casus is ook voor Ommen. En eigenlijk, ik neem nu een opdracht mee naar Ommen. En daar staat ook in over de controle, dat soort zaken. En ik vind ook het is een Ommense aangelegenheid. En dan vind ik niet dat ik daar als portefeuillehouder, als wethouder, in één keer in die buurt moet gaan mengen, omdat ik daar iets van vind. Dus ik laat hem daarin ook even bij Ommen liggen. Waarbij ik dat stuk, de motie, dus wel kan meenemen. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het raar. We werken met heel veel partijen samen. En het lijkt net alsof u zegt, er staat een hek om Twenterand heen. En alles wat om Twenterand gebeurt en wat invloed heeft op het leven in Twenterand, daar gaan we niet over. Dat is aan, in dit geval, de gemeente Ommen. En dat vind ik raar. Je werkt ook samen met de gemeente Ommen. Dus dan kun je ook in gesprek met de gemeente Ommen. En dan kun je ook, op het moment dat er iets speelt wat nadelig is voor onze gemeente, dan kunt u toch wel degelijk met Ommen in gesprek. Of zeg je nou iets raars? Aan u het woord.
U zegt twee dingen. De laatste is niet raar. Van, u kunt toch in gesprek met hem, en dat doe ik ook. Ik zal ook de zorgen zal ik uiten. Het zit niet in de motie, maar ik zal ze uiten. Aan de voorkant zegt u van, er staat een hek omheen. Nee, dat is niet het geval, want ik ben aan de ommen geweest. Van, hoe gaan we hiermee om? En ik vind het alleen wel om een zaak, want als hier wat op Twenterands grondgebied zou afspelen. En ik zou in één keer merken dat een wethouder van buiten onze gemeente daar zich in zou mengen. Dan zou ik denken, van, ja, wat raar. Het is onze zaak als gemeente Twenterand. En wij kiezen ervoor om op onze manier te communiceren. Wij kiezen ervoor om op onze manier die zaak aan te pakken. Dan zou ik het niet prettig vinden, ook in het proces niet, dat in één keer een andere gemeente zich daar ook met ondernemers of met inwoners mee zou bemoeien. Dan denk ik van, kijk, ik kan het best onder de aandacht brengen. Dat heb ik net ook gezegd, van we nemen de motie mee. Deze zorg die deel ik ook. En ik vind het dan zaak aan ommen om goed te communiceren met die ondernemer en met inwoners. En dat staat helemaal los van een hek of wat dan ook, want ik heb gewoon daarin goed contact met ommen. Vervolgens betoog bij de verder bedankt dus voor het realisme. VVD die wil even kijken, die wil afstand doen van de grond. Heeft hij aangegeven van, nou, daar moeten we actie in ondernemen. Nou, dan hebben we eigenlijk de situatie van, we doen de grond, doen we weg. Dat is het idee van, we zetten daar een hek omheen en we hebben vervolgens geen last meer van de stank. Nou, volgens mij is dat, want dan zitten we ook al met aanpassingen en dat soort dingen. Nou, volgens mij is dat, mijn gevoel zegt dat er wat voor de buren is. We stoten een stukje grond af, maar de overlast die er mogelijk dan zou zijn, waar de buurt over praat, die blijft, lossen we het probleem niet mee op. PvdA GroenLinks, vervoersbeweging, nou, dat is destijds getest, of getoetst, maar wij gaan in deze, in de onderbouwing, gaan wij dus puur kijken naar die ruimtelijke ordening. En hij staat ook, daar op die manier staat hij ook beschreven in het stuk. Dus ik blijf echt bij de verklaring van geen bedenkingen. Het gaat over de ruimtelijke ordening. De heer Reusken heeft een vraag nu. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. Het is terecht dat de wethouder zegt. Dat gaat alleen maar over de toetsing van de ruimtelijke ordening. Dat heb ik ook in mijn betoog aangegeven. Ik heb alleen aandacht gevraagd om dat ook nog eens een keer toch naar te kijken. Misschien wel te bespreken, want u spreekt met de wethouder spreekt met het college van de gemeente Ommen. Om naar die bevoersbewegingen te kijken. En ook daar nog eens een keer aandacht voor te vragen. En een tweede vraag die ik heb, die betreft dadelijk als deze raad vanavond gaat besluiten tot het afgeven van geen bezwaar. Dan gaat de gemeente Ommen daar verder mee en zal ze wellicht overgaan tot het afgeven van een beschikking of van een vergunning. Dank u wel. Dan zou ik u willen vragen of u aan de gemeente Ommen kenbaar wil maken om die publicaties ook in Twenterand bekend te maken. Want het gaat ook over een stukje grond in Twenterand. Dat men daar niet alleen de publiciteit zoekt in de gemeente Ommen, maar ook de publiciteit zoekt in Twenterand. Want inwoners in Twenterand kunnen daar dan op die publicaties wellicht nog reageren. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, aan u het woord. Ja, de dingen die u aan mij vraagt, van wilt u meenemen naar Ommen? Kijk, ik wil ze zeker meenemen naar Ommen, daar heb ik geen problemen mee. Dan is het ook even aan Ommen welke keuze daar maken, maar ik vind het geen probleem om bij de wethouder, bij het college daar aan te geven van deze zorgen zijn er. Neem het mee in uw overwegingen, neem het mee in uw communicatie of neem het mee in de stappen die u vervolgens zet. Dus daar heb ik totaal geen problemen mee, dus dat die toezegging heeft. Dank u wel. Ja, nog een voorzitter, één aanvullende opmerking is dat ik vooral. Wethouder, aan u het woord. Ja, ik neem hem mee. Dank u wel. Dan vervolg uw. Ja, laatste punt. Dat kwam vanuit gemeente Belangen Twenterand. Niet ter inzage gelegd tijdens de vakantie. Nou, die neem ik ook even mee. Ga ik bespreken met de verantwoordelijk wethouder. Dank u wel. En ik heb alles gehad. En u heeft ook een reactie gegeven op de motie. Ja, die motie, ik heb er net even wat over gezegd. Die motie, die vinden wij prima. En die ga ik zeker meenemen. Dus die kunnen wij daarin ook wel onderschrijven. Dank u wel. Dus dank. Maar zoals gehoord gaan we er ook over stemmen. Ik ga de tweede termijn in. Ik kijk naar gemeentebelangen Twenterand. Of u ook een tweede. Wilt u een schorsing? Hoeveel minuten? 3 minuten. 5 minuten, want anders is het makkelijker aan te geven. Ja, het loopt er altijd uit. Dus voordat ik u allemaal weer binnen heb, ben ik 5 minuten verder. De heer Kerkelijk heeft gevraagd om een schorsing. 9:55 gaan we verder met de vergadering. Ik schors.
Goed, volgens mij heb ik nu het CDA weer binnen. Ik verzoek alle fracties weer op hun plek te gaan zitten, maar ook de collegeleden. En ik ga eerst even heel precies rondkijken, dat ik niet weer een blunder maak en een paar fracties mis. Nee, dan heb ik ze allemaal weer compleet. De heer Kerkdijk had net om schorsing gevraagd. Ik geef u als eerste het woord, meneer Kerkdijk, aan u het woord. En van wat mij betreft beginnen we nu met de tweede debatronde. Dus na de heer Kerkdijk geef ik de heer Elsinga indien gewenst het woord. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, in de schorsing hebben we nogmaals de situatie doorgesproken. Ik moet zeggen dat het een uitermate moeilijke situatie is. Maar ik denk dat het nu verstandig is even de tweede termijn reactie van de collega's af te wachten. En eens even kijken waar we dan uiteindelijk op uitkomen. Dank u wel, maar dit was uw tweede termijn. Of was u? Ja. De heer Elsinga. Oké. Dan krijgt u na de heer Elsinga. Meneer Elsinga hoeft niet een tweede termijn. Dan heeft u wel een tweede termijn, meneer Kerkdijk. Maar ik wil eigenlijk de andere fracties horen, dus ik ga even het rijtje langs. U mag uw tweede termijn op dit moment doen en dan hoort u vanzelf. En dan kunt u uw stemming af laten hangen van de andere fracties. Ja, zo simpel is het leven. De heer Kerkdijk, aan u het woord. U kunt het krijgen zoals u het wilt. U bent de voorzitter. Dus, in tweede termijn, heel kort, richting de indiener van de motie, in die nuts van de motie. De enige vraag die wij over het dictum hebben is, op welke punten de gevraagde verzoeken richting gemeente Ommen afwijken van de geldende bouwvoorschriften. Vragen we meer dan in de bouwvoorschriften staan, graag daarop een toelichting. En uiteindelijk is dit onze tweede termijn. Dank u wel. Dan kijk naar de Christine, wil in tweede termijn. Het hoeft niet, hè? U moet niet denken van de voorzitter vraagt mij, dus wij moeten. Maar aan u het woord, de heer Huisjes. Ja, voorzitter, bedankt. De motie zoals die er nu ligt, kunnen we steunen. Hebben we ook mede ondertekend. Er staat dat 28 van de 29 onderzochte luchtwassers het niet goed doen. Als mensen een product kopen, mag men ervan uitgaan dat het ook constant in bedrijf is. Als ik mijn auto niet tank, doet hij het niet. Dat is met luchtwassers misschien ook het geval. Als we met deze motie de gemeente Ommen kunnen bewegen om hier actief toezicht op te houden, dan juichen we dat van harte toe. En wij steunen de motie en wij steunen ook het raadsvoorstel. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Betreffende de motie hebben we nogal een vraag. Die sluit ook aan wat de heer Kerkdijk al vroeg. In hoeverre zijn wij bevoegd om met extra regels te komen? Ik denk dat de sector voldoende regels heeft. Het gaat ook om handhaven. Ik begrijp ook de intentie wel van de motie om bij Ommen ook de zorgen uit te spreken dat de handhaving ook richting onze eigen burgers ook zeer gewenst is. Maar dat is toch al praktisch beleid. In hoeverre zijn wij bevoegd om bijvoorbeeld extra regels? Ik heb dat niet paraat, maar kan de wethouder dat aangeven? Zo punt 2. Dat staat volgens mij toch allemaal al in de regelgeving en in de vergunningaanvraag. In hoeverre stellen wij nou extra regels? Dat is de vraag. Dank u wel, dan de heer Veldmeijer. Aan u het woord, indien u wenst. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat straks hetzelfde gebeurt als waar de wethouder zojuist aan refereerde. Van, ja, als iemand uit Ommen, of welke gemeente dan ook bij ons, verhaal komt halen, dan stuur ik hem als het ware weg. Dus ik denk in dit geval dat de wethouder van onder u wegstuurt, van waar bemoeit u zich mee? En wij denken, wat dat betreft, net als de SGP, het is een symboolmotie, een emotiemotie, laat ik het zo zeggen. Iets wat in het vorige dossier niet aan de orde was, maar nu wel. En omdat het symboliek is, gaan wij er niet in mee, want dit is puur een kwestie van handhaven. En wij begrijpen de redenering wel, ook richting de inwoners. Maar ik denk dat GBT wat goed wil maken richting de inwoners. Helaas kunnen we niet steunen, omdat die wat ons betreft geen zin heeft. Dank u wel. Dan kijk ik naar heer Kobus. U het woord, heer Kobus. Geef ik het woord. Ja, dank u wel. Wat de motie betreft heb ik net al aangegeven dat we die naar midden in, dus die steunen wij volledig. Het raadsvoorstel zullen wij ook steunen.
En wat betreft die grenscorrectie, het is natuurlijk flauw om dat af te doen van we gooien het over de schutting, maar dat is niet zo. Maar als nu dit dossier terzijde is, kunnen we toch een traject ingaan om alsnog tot een grenscorrectie te komen. Dat kan na afloop van dit hele verhaal gebeuren. Ik denk dat je daar misschien nog wel weer uit kunt halen. Dat is, Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Reusken. Die hoeft het woord niet. Dan zit ik even te kijken. Er is nog een vraag aan de heer Elsega gesteld. De heer Elsega, u kunt ingaan op de aan de indiener van de moties die ondersteunen. Er zullen nog twee partijen, fracties, u kunt daar een reactie op geven. Ik geef u het woord, de heer Elsega. Ja, dank u, voorzitter. Eerst het CDA. Wijkt het af van de vergunning? Nou goed, we kunnen het lezen dat welke combiwasser ze willen aanschaffen. Alleen de praktijk, en eigenlijk zegt de ChristenUnie dat een beetje één opschrijven. Hè, dat is één, maar doen is twee. En de praktijk laat zien, en ik heb net al aangehaald welke praktijk, de stalbrand werd al genoemd van het weekend, maar ook meerdere stalbranden. Ook over die luchtwassers, 28 van de 29, die maar 40% aan de reductie doen in plaats van 85. De praktijk laat gewoon zien dat het dus, je kunt het wel opschrijven, maar het werkt dus niet zo. En daarom is het ook geen symbool. En daarom zeggen wij ook, en daarom hebben wij deze motie ingediend, het gaat ons om de bescherming van de inwoners. En dat betekent dat hier gewoon aan het voldaan moet worden. En wij verplichten de wethouder tot niets. Wij vragen alleen maar, maak dit bespreekbaar. Heeft al contact gehad en hebben het hier eens even over. Van, wij maken ons hier zorgen over. Er gebeuren dingen in de praktijk en wij willen dit niet. Dus wij willen daar een soort van extra toezicht, wil ik niet zeggen, maar dat er extra aandacht voor wordt gevraagd. En ja. Ja, regelmatig hebben ze een overleg, die wethouders, denk ik. En dat zal er van wel eens een keer gaan van, nou, en hoe gaat het ermee? Daar ga ik met z'n vrouw, voorzitter. Dank u wel, de heer Veldmeijer heeft nog een vraag. De heer Veldmeijer, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn collega willen vragen, u zegt, ja, het is eigenlijk bedoeld als maak het bespreekbaar. Wat voegt dit dan toe? Op het moment dat de wethouder een toezegging doet van nou, ik ga dit bespreekbaar maken, ik ga dit bespreken, dan is deze motie toch overbodig. Ja, voorzitter, de wethouder zegt toe. Voor mij heeft de wethouder gezegd na indienen van de motie dat hij het uitvoert. Maar uiteindelijk moet er wel in stemming worden gebracht. Dus dat is toch de procedure. Voor alle duidelijkheid, even voor de heer Veldmeijer. Ik heb besloten dat over alle moties, ook al wordt die overgenomen, gestemd wordt. Want er is altijd wat iemand kan zeggen van ik stem tegen de motie. En ik vind daar volstrekte ruimte in moet zijn. Dus vandaar deze gedragslijn hier in de gemeenteraad van Twente. Dus even voor uw beeldvorming. Meneer Veldmeijer, aan u het woord nog. Dat betekent dat in de gemeenteraad een toezegging, ik weet in ander gremia, vervalt dan de motie als die overbodig is. Maar ik begrijp hier dat we dingen dubbel doen. Nou ja, ik heb een keer meegemaakt dat iemand tegen wilde stemmen en toen werd hij overgenomen. En toen kon iemand niet tegenstemmen. Dus vandaar dat ik die mogelijkheid heel duidelijk aangeven en over alle moties wordt gestemd in de gemeenteraad van Twenterand. De heer Kerkdijk heeft een vraag aan de heer Elsega. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk in het verlengde van de vraag van de heer Veldmeijer. Het is een vriendelijk verzoek. Maar wat doen we wanneer het niet gebeurt? Sluiten we de waterlevering aan om en af? Of dempen we een deel van de vecht? Of wat weet ik wat? De reg is het, geloof ik. Want het is natuurlijk geheel vrijblijvend. En ja, op het moment dat het niet gebeurt, en dat is al eerder betoogd, dat er op handhaving heel weinig gebeurt. Ja, wat doen we dan? Heer Elsega, aan u het woord. Voorzitter, wij zijn in ieder geval een GBT Twenteron First, om het zo te noemen. Dus we hebben zoiets, we hebben net gehoord ook van de wethouder dat ze goed overleg hebben en dat die bespreekbaar maken en dat het een heel duidelijke zorg van ons is. Nogmaals, de praktijk toont bijna wekelijks aan dat er misstanden zijn. En wij willen gewoon dat er heel zorgvuldig naar wordt gekeken. En de SGP zei er net ook iets over, moeten we extra regels opleggen. Hè? Nee, ik leg helemaal geen extra regels op, GBT niet. We zeggen alleen maar tegen de wethouder, kijk eens naar de praktijksituatie en bespreek dit. Wij willen dit niet. Twenterand maakt zich hier zorgen over en daarom doen we er ook voor hun zo moeilijk over. En voor Schudden helemaal natuurlijk. Dank u wel. Volgens mij zijn alle vragen ook beantwoord. Sluit ik ook deze tweede ronde af. Ik heb even naar de wethouder, zijn geen vragen meer waar u twijfelt nog wat. Nou, dan krijgt u als laatste het woord, omdat er misschien nog een vraag nu gesteld is. Aan u het woord. Ja, de SGP die had mij nog een vraag gesteld van in hoeverre zijn wij bevoegd?
Nou, dat ging dus ook over de, waar de heer Elsinga het antwoord op gaf. Het is eigenlijk wat ook in de aanvraag staat, dat is hierin overgenomen. Dus wij zijn niet bevoegd om te zeggen van, ik doe wat, hij heeft 10 luchtwasinstallaties en hij moet er van ons moet hij er 20 hebben. Daarin zijn wij niet bevoegd. Dus ja, zo zit het in elkaar. En die grenscorrectie, daar heb ik inderdaad al een antwoord op gegeven in de andere termijn. Dank u wel. Dan sluit ik de bespreking van dit onderwerp en ga ik over naar de besluitvorming. En het besluit wat eerst voordat we gaan, eerst over het besluit, dan over de motie stemmen, is het besluit 1, de bij dit besluit behorende zienswijze nota vast te stellen. En 2, een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aangevraagde omgevingsvergunning eerste fase. Ten behoeve van een zeugenhouderij aan de Beerserhooiweg 1 in Beerserveld. Ik vraag of iemand een stemverklaring wil geven. De heer Kerkdijk wil een stemverklaring geven. Dat is de enige met een stemverklaring. De heer Kerkdijk, aan u het woord om een stemverklaring te geven. Ja, dank u voorzitter. De CDA-fractie, dat zult u gemerkt hebben in ook de bespreking vanavond, is eigenlijk tegen de nieuwvestiging. We houden nog steeds op nieuwvestiging. Maar we hebben inmiddels begrepen dat wij alleen staan. We hebben ook begrepen uit de toelichting van de wethouder, met dank, dat het weigeren van de verklaring leidt tot de weigering van de vergunning en de mogelijke, eigenlijk een groot risico op een schadeclaim dan speelt. En uiteindelijk hebben wij daarom besloten, tandenknarsend, dan toch maar voor te stemmen. Dus voor het verstrekken van de verklaring van geen bedenking. Dank u wel. Dan geef ik nu het voorstel in stemming. Wie is voor dit voorstel? Ik ga het dan over tot stemming. Dat is de gemeentebelang Twente Rand, de PvdA GroenLinks, VVD, PVV, SGP, CDA en de ChristenUnie. Het voorstel is unaniem aangenomen. Dan ga ik naar stemming over de motie. Motie 15. Wil iemand een stemverklaring bij deze motie? Wil iemand stemming over deze motie? Ja. Dan gaan we over tot stemming. Een stemverklaring. Wie wil een stemverklaring? U wilt stemmen. Of stemverklaring. Ging je te vlug. De heer Veldmeijer wil een stemverklaring. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zullen tegenstemmen. Omdat wij vinden dat als je daar doorheen loopt, dan heb je al genoeg natuurbelevingscentrum. Dat is het volgende punt, motie 15. U bent al bij de motie vreemd. Oké, sorry. Nee, maar u wilt gewoon stemming over deze motie 15. Over de, zoals die heet, de voorwaarden. Ik geef deze motie in stemming. Die is voor de motie 15, voorwaarden VVGB. Dat is de ChristenUnie, dat is het CDA, dat is de VVD, dat is de Partij van de Arbeid, GroenLinks, dat is gemeentebelangen Twente Rand. Wie is tegen deze motie? Dat is de SGP en dat is de PVV. Deze motie is aangenomen. Dan ga ik verder met agendapunt over de begroting van de Omgevingsdienst Twente. En daar geef ik het woord aan de heer Kobus, want die wilde dit geplaatst hebben op de bespreekagenda. Heer Kobus, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben toch nog een vraag hierover. Het nieuwe college heeft een raadsvoorstel doen uitgaan over een zienswijze die de gemeente Twente Rand indient op de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Twente 2019. En in deze zienswijze is heel duidelijk een directe relatie gelegd tussen het ontstaan van de zogenaamde frictiekosten en het uithuisplaatsen van taken van de gemeente of privatisering. Dit zijn we eerder tegengekomen in het dossier zwembaden, waarbij deze frictiekosten echter niet meegenomen worden in de kosten. De VVD heeft hier echter wel voor gepleit toen. Onze vraag is dan ook, heeft het college nu een ander standpunt ingenomen over frictiekosten of hoe moeten we dit duiden? Dank u wel. Ik kijk de andere fracties rond of iemand anders het woord wil. Het is mijn portefeuille. Dus ik ga daarop in. Mag ik hier blijven zitten? En de Nestor, als het helemaal een debat wordt, dan neemt de Nestor als plaats voor het voorzitter neemt het over. Ik weet niet of het college een ander standpunt heeft ingenomen. Ik ken de situatie van het zwembad niet.
Als ik dat scherp moet hebben, wil ik u daar later over informeren. Maar om hier een zuiver beeld te geven van datgene wat er plaatsvindt, heeft het college ervoor gekozen om deze inhoud aan u voor te leggen, waarbij ook heel duidelijk de frictiekosten worden meegenomen wanneer er bepaalde zaken aan de ODT worden overgelegd. Dus dat is het standpunt van het college op dit moment bij dit dossier. En hoe het precies en waarom het bij het zwembad anders gegaan is, weet ik niet, maar wil ik u wel schriftelijk, die toezegging wil ik doen om u dat schriftelijk daarover te informeren. Anders moeten we schorsen om te kijken of dat boven door de anderen mij aangereikt kan worden. Dus daarom heeft dit college, om het volledige te doen, heeft dit college dit standpunt ingenomen. En kunt u vanuit het verleden informatie daarover krijgen. Zoals het bij het zwembad gegaan is, maar dat weet ik niet. Dus meneer Kobus, tot zover mijn reactie. En ik weet niet of u nog een aanvullende vraag heeft of iemand anders. Niets? Ja, ik kijk maar even rond en de heer Smelt zit ook helemaal op scherp, hè, van de, wanneer moet ik het overnemen? Nou, meneer Smelt, valt mee. Volgens mij gaat het helemaal goed zo. Dan sluit ik deze bespreking van dit agendapunt en ga ik naar vragen of iemand een stemverklaring wil geven over de zienswijze ontwerp programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2019. Wil iemand stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is het voorstel unaniem aangenomen. En ga ik verder met het agendapunt. Motie vreemd aan de orde. En ik geef de heer Reuske namens Partij van de Arbeid GroenLinks Twenterand het woord. De heer Reuske heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal inderdaad proberen niet alleen de heer Veldmaier te overtuigen van het nut van deze motie, maar ook andere fracties in deze raad. We hebben vanavond al eerder gesproken over de Eemsdijksvenen en het proces waarin we nu daarin volop zitten. Daar heeft de wethouder ook al meer over verteld. En we zien ook dat steeds meer Eemsdijksvenen gaat leven, ook bij mensen die daar komen, mensen die daar naar binnen gaan, maar ook bij omwonenden. Daar is onder andere Natuur en Milieu Overijssel heel druk mee bezig om met dorpsraden, niet alleen maar van Frieseveen, maar ook met dorpsraden van Sipkelo, Langeveen, de Pollen, om nauw te betrekken van wat gebeurt er in dat gebied. Hoe kunnen we samen zorgen dat gebied zich nu verder gaat ontwikkelen en vooral gaat voldoen aan de doelen in Natura 2000. Er ook andere mogelijkheden zijn om daar mee aan de slag te gaan. Een van die partijen is het Veenmuseum. Het Veenmuseum heeft daar altijd al plannen voor ingediend, een aantal jaren geleden. Als ik het goed heb, is dat 2010 geweest. En is men volop bezig ook met Staatsbosbeheer en het waterschap om te kijken naar de mogelijkheden van een natuurbelevingscentrum. Waarin op de plek waar men nu zit, of vlak in de buurt, wil gaan kijken wat kunnen wij gaan doen om dat gebied meer onder de aandacht te brengen, maar ook de cultuurhistorische geschiedenis onder de aandacht te brengen. En waarom is dat nu van belang? Die meekoppelkansen worden nu besproken, maar Staatsbosbeheer gaat ook aan de slag met de herinrichting van het gebied. En dat betekent dat daar waar in september dadelijk maatregelen worden getroffen, er veel gaat gebeuren binnen het gebied. En op een niet al te langere termijn ook buiten dat gebied. En daar waar nu al mogelijkheden liggen om van, zo heet dat dan, de meekoppelkansen mogelijk te maken, zullen er nu ook al zaken in gang gezet moeten worden. En een van die dingen, dat is het natuurbelevingscentrum. Want daar waar je nu maatregelen treft en je over een jaar beslist, ik ga die meekoppelkans van het natuurbelevingscentrum mogelijk maken, kun je wellicht te laat zijn. Daarbij, het Veenmuseum is een kleine partij, bestaat uit vrijwilligers. En wij denken dat daar in de gemeente Twenterand, en dat is ook de reden van deze motie, een actievere rol kan spelen dan het nu het geval is. Want er liggen mogelijkheden en middelen ook bij de provincie. En we willen eigenlijk met deze motie het college oproepen om daar een actieve rol in te gaan vervullen en actief met het Veenmuseum en Staatsbosbeheer te gaan kijken naar het realiseren van dat natuursbelevingscentrum. Voorzitter, ik ga over tot het voorlezen van het addendum, als u dat goed vindt. Verzoekt het college om in samenwerking met het Veenmuseum, Staatsbosbeheer
en het waterschap een definitief plan op te stellen voor het realiseren van een natuurbelevingscentrum. Als gemeente Twenterand actief te lobbyen bij de provincie Overijssel tot het beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van een natuurbelevingscentrum en mee te werken aan de realisatie hiervan. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Zoals bij motie vreemd gaat, net zoals bij een raadsvoorstel, 2 ronden. Dus kijk eerst of iemand van de raad in eerste termijn het woord wil voeren. Dat is de heer Kouder. Kijk nog even verder rond of nog iemand. En de heer Papen. En de heer Veldmeijer. En de heer Jonker. Nou, u schrijft het even op, griffier, want anders dan vergeet ik het. De heer Kouder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik wil even beginnen met het feit dat wij mede deze motie hebben ingediend. Sorry. Nee, geef niet. Het is al laat. Ik heb aan de inspirerende woorden van de heer Rustig niet zoveel toe te voegen. Alleen, wij hebben in het verleden als CDA-fractie ook een aantal keren gepleit om de financiële middelen die nu vrijkomen in dit gebied, om daar gewoon als gemeente Twenterand ook daar de revenue van te pakken. En ik denk dat dit een ultieme kans is om daar wat mee te doen. Een geweldig mooi museum waar heel veel Twenteranders, maar ook heel, heel breed al gebruik van wordt gemaakt. Ook in combinatie met andere voorzieningen. En zoals gezegd, er ligt heel veel ook provinciaal geld, maar ook over Europese gelden beschikbaar. En als we niks doen, en de kans is er nu, laten we er alsjeblieft gebruik van maken. En er wordt alleen maar gevraagd om een plan. Er wordt nu niet gevraagd, want dat was een argument wat een aantal fracties naar voren hebben gebracht, dat wij nu al zeggen, je besteedt heel veel geld, we besteden nog niks, we alleen maar gevraagd, maak een plan en ik probeer zoveel mogelijk geld daar in ieder geval vanuit de provincie of vanuit Europa aan het bij te halen. Ultieme kans om hiermee iets mee te doen. En daarom hebben wij met heel veel plezier deze motie ondersteund en mede ingediend. Dank u wel. Dank u wel. Dus voor alle duidelijkheid, het CDA heeft deze motie mee ingediend. Ja, dat is wel even van belang, denk ik, om dat ook te vermelden. Voor het verslag. Dan geef ik het woord aan de heer Papen namens gemeentebelangen Twenterand. Aan u het woord. Drukkend. Ja, dank u wel, voorzitter. De Engbertsdijkvenen zijn uniek. Cultuurhistorisch van groot belang. Westerhaaf vond er zelfs een oorsprong. In het Veenmuseum kun je deze geschiedenis fantastisch beleven. Het is een toeristische trekpleister van formaat voor heel Twenterand en daar mogen we best trots op zijn. De Engbertsdijk Venen is een uniek stukje van Nederland, aangewezen als Natura 2000 gebied. Natuurlijk geeft die omslag flink wat uitdagingen voor omliggende boerenbedrijven, bijvoorbeeld in de waterhuishouding. Maar de kansen voor dit unieke natuurgebied zijn groot. En misschien moeten we juist daar de nadruk op leggen. Goed voor natuur, goed voor natuureducatie, goed voor toerisme, uiteindelijk ook goed voor de portemonnee. We hebben zoveel moois in Twenterand en laat dat nou eens op een waardige manier zien. Een natuurbelevingscentrum zou een prachtige toevoeging zijn aan het museumaanbod van Twenterand. In de basis, zoals u kunt horen, zijn we best positief over dit voorstel. Maar we hebben ook best veel vragen. Wie schrijft het plan? Wie is verantwoordelijk? Wie betaalt? Wordt er gevraagd om cofinanciering? En waar zit deze gemeente aan vast? En, bovendien is het weer een motie vreemd aan de agenda. Wellicht was het beter om dit toch volgens de normale manier op de agenda te krijgen. Zodat we ook dit voorstel als veel beter kunnen beschouwen en ook beter kunnen beoordelen. We horen dan ook graag de mening en eventueel consequenties van de portefeuillehouder. Voordat we al dan niet onze medewerking toezeggen aan dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn niet overtuigd. Dat wist ik eigenlijk van tevoren al. Als je daar doorheen loopt of oploopt, of hoe je het ook wil noemen, dan beleef je de natuur al voldoende. En we zouden liever willen dat de PvdA zich wat drukker zou maken over het feit dat heel veel mensen last hebben van het water. En dat ze eens een keer wat doen aan het oplossen van het probleem van de vliegen. Want dat horen we ook heel vaak, dat er eigenlijk niet te lopen valt vanwege de hoeveelheid aan vliegen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Aan u het woord. Oh, de heer Reusken wil nog een vraag stellen aan de heer Veldmeijer. Heb ik het goed begrepen, heer Reusken? Meneer Reusken, wilt u een vraag stellen aan de heer Veldmeijer? Ja, meneer Veldmeijer. Meneer Reusken, wil u nog een vraag stellen? Ja, ik regisseer hier alleen maar. De heer Reusken, ik geef u het woord om een vraag te stellen aan de heer Veldmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd of de heer Veldmeijer vorige week aanwezig is geweest bij de uitgebreide informatieavond over het Eemnesdijksvenen, waarbij iedereen die betrokken was daar zich kon laten informeren van alle kanten. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Nou, blijkbaar moet ik me verantwoorden, maar nee, ik ben er niet geweest. Oké, dank u wel. Dan, ja, dat denk ik ook. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We sluiten ons bij de concrete vragen aan van de heer Papen die net gesteld zijn. En nog wel een vraag aan de indiener van de motie. Ik mis een hele belangrijke stakeholder in dit verhaal. De agrarische sector, krijgt die ook een rol in de uitvoering van de plannen? Want ook anders wordt het verhaal misschien wel te eenzijdig. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik even de raad goed rond of iedereen die het woord wilde voeren het woord gevoerd heeft. Dan geef ik het woord aan wethouder Van Abbema om een reactie te geven namens het college over deze motie. Vreemd aan de orde. Ingediend door Partij van de Arbeid GroenLinks en het CDA. Nu het woord. Ja, u moet wel een kaartje meenemen. Volgens mij weet de raad al niet anders, dus het gaat heel goed. Wethouder, aan u het woord. Dank u. Het college weet dat ook hoor. Maar desalniettemin kun je het nog wel eens een keer vergeten. Voorzitter, dank aan de PvdA, de heer Reusken, dat u wederom de aandacht heeft gevestigd met deze motie vreemd op Eemnesdijksvenen. Er is door meerdere, onder andere door de heer Paap ook al gezegd van dat het een uniek natuurgebied is. Het college deelt dat. We hebben inderdaad een prachtig natuurgebied waar desalniettemin de komende maanden echt harde noten gekraakt moeten worden. Er zal een inrichtingsplan moeten komen en dat betekent linksom of rechtsom dat er met name voor de agrariërs wel harde keuzes gemaakt zullen moeten worden. De heer Veldmeijer die wijst daar ook al op, het water en de vliegen. Nou, dat zijn zeker onderdelen waar het inrichtingsplan wat over gaat zeggen. Dus er wordt heel erg hard aan gewerkt. Dus ga ik nu verder niet op in. Verder, deze motie die spreekt uit om een definitief plan te willen opstellen. En om actief te lobbyen bij de provincie Overijssel voor het beschikbaar stellen van middelen. En het CDA die spreekt ook uit dat, heer Kelder, dat u een ultieme kans ziet om dit voor elkaar te krijgen. Ik vrees dat ik u moet teleurstellen. Er zijn geen middelen beschikbaar. En ik weet dat er vaak de suggestie gewekt is dat er bij de provincie allerlei budgetten beschikbaar zijn om met name die meekoppenkansen te realiseren. Dat is niet het geval. Het geld wat beschikbaar is bij de provincie voor natuurontwikkeling is belegd ook voor de Natura 2000 gebieden. NMO, Natuur en Milieu Overijssel, die heeft in dit hele proces ook wel gezien dat het heel goed zou zijn om die meekoppelkansen, zoals men dat ook noemde, om te kijken of je daar wel meerwaarde zou kunnen realiseren. Maar u moet zich wel realiseren dat er geen provinciaal budget voor is. Dus dat betekent dat je elders budgetten moet vinden. En de heer Papen die stelt ook al terecht de vraag, wie schrijft eigenlijk dat plan? En wie betaalt dan? U moet zich ook realiseren dat dat best zou kunnen betekenen dat er ook cofinanciering vanuit de gemeente beschikbaar zou moeten zijn. Gelukkig biedt het coalitieakkoord wel enige, er staan wel enige mogelijkheden waar we wat mee zouden kunnen. Maar dat wil dus niet zeggen dat wij als gemeente niet zelf ook de knip zouden moeten trekken hiervoor als wij dat zien. En ik denk ook, meneer Kelder, dat waar het ook gaat over recreatie en toerisme rond Eemnesdijksvenen, dat het ook raar zou zijn als wij als gemeente daar niets voor zouden doen. Dus bereid u maar voor dat wij daar inderdaad ook wel met voorstellen voor zouden moeten komen. Maar dat gaat ons inderdaad wel geld kosten. En ik denk ook dat wij die kansen ook zouden moeten pakken als gemeente. Zonder dat ik op dit moment weet waar wij die budgetten vandaan moeten halen. Maar ik denk wel dat er mooie kansen liggen. Even voor uw beeldvorming. 7 juni is er een eerste bijeenkomst geweest belegd door NMO,
Natuur en Milieu Overijssel voor die meekoppelkansen. En van daaruit zijn er drie groepen aan de gang gegaan, drie groepen vrijwilligers, die die meekoppelkansen gaan verkennen. Dat is een groep die gaat bekijken welke mogelijkheden er binnen het gebied liggen. En dan moet u denken aan fietspaden, ruiterpaden bijvoorbeeld, die aan de randen van het gebied gerealiseerd zouden kunnen worden. Er is een groep die aan de gang is met natuurinclusieve landbouw. En er is een groep die aan de gang is met verbindingen buiten het gebied. En als ik u het fietspad van de Gravenlandweg noem, dan zal zeker de CDA-fractie dat herkennen. En er is nog een vierde groep die aan de gang is rond het Veenmuseum, dus het natuurbelevingscentrum. Dus eigenlijk zijn er vier groepen op dit moment bezig en een vervolgafspraak is gepland op 24 september. Dan gaat men daar verder voor kijken. En we hebben inmiddels ook afgesproken dat er op 11 oktober in de eerstvolgende bestuursadviescommissie dat er een presentatie van die meekoppelkansen gaat plaatsvinden, omdat we wel heel graag willen dat die meekoppelkansen ook meegenomen worden in het inrichtingsplan. Dus dat is op dit moment even de stand van zaken. Dat betekent dus, voorzitter, afrondend, dat er geen provinciaal budget is, maar dat er wel kansen liggen en dat wij als gemeente ook wel graag die kansen zouden willen pakken om te kijken en om ook te verkennen waar we wel budgetten zouden kunnen vinden. En wat mij betreft mag u daar best denken van misschien zijn er bij de provincie toch elders nog potjes te vinden, maar misschien kunnen we juist ook in de regio gaan kijken. Interreggelden zijn ook mogelijkheden. Dan heeft de heer Kelder een vraag nu. Heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Volgens mij zei u in groep 4, de vierde groep, is bezig met het Veenmuseum. U zegt ook van, we willen natuurlijk kijken naar extra gelden. Ik kom even terug op mijn inbreng. We hebben in het verleden een gesprek gehad met de gedeputeerde Mai, die ons wel terecht heeft gezegd, er zijn middelen om inderdaad als een soort compensatie wat binnen te halen. Daar heb ik naar gerepareerd. Maar als u goed naar u luistert, dan zegt u in feite, de motie die nu voor ligt, daar zijn we mee bezig. Misschien iets andere woorden, maar dan zegt u in feite, wij doen dit al. Heb ik dat goed verstaan? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik ben eigenlijk nog niet eens toegekomen om een oordeel over de motie te geven. Ik wil dat zo wel doen. Wij zijn er inderdaad mee bezig, want wij zien als gemeente een uitgelezen kans, dat ben ik helemaal met u eens, om dit te gaan oppakken. En deze motie die helpt ons ook, zeg maar. Dus het is ook ondersteuning van de dingen die we doen, maar het helpt ons ook om dat nog beter voor het voetlicht te brengen. Heer Reusken heeft een vraag aan u, de heer Reusken. Als je nu het knopje indrukt, ben je de heer Kelder. Dat kan niet. Het ging zo goed vanavond, maar ook dat blijft een wennen. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen inderdaad dat er ook zeg maar vanuit de Natura 2000 en de middelen zoals u schetste, zoals de wethouder die schetste, dat daar geen ruimte is voor de meekoppelkansen. Ik heb wel begrepen dat er binnen de provincie, en ik vraag de wethouder of dat haar bekend is, als het gaat om plattelandsontwikkeling, er wel ruime budgetten beschikbaar zijn. En daar waar gemeentes met goede voorstellen komen, dat daar gebruik van gemaakt worden. Is dat de wethouder bekend? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, het is zeker bekend dat er bij de provincie best wel budgetten zijn die wij mogelijk zouden kunnen gebruiken. Wij gaan daar als gemeente uiteraard niet over, dat doet de provincie zelf. En ik kan u wel aangeven, ik weet dat gedeputeerde Mai, dat hij ook zeer sympathiek staat, ook voor die meekoppelkansen. En ik kan u ook aangeven dat de provincie ook wel best wel heel veel aan gelegen is om ervoor te zorgen dat het proces rond Enkelsdijk-Venen dat slaagt. Het is een heel precair proces. We hadden dat al eerder aan de avond aan de orde. En ik zou mij ook kunnen voorstellen dat als wij in de gemeente een positieve draai ook kunnen geven aan dat hele ingewikkelde proces rond Enkelsdijk-Venen, dat de provincie ook genegen zal zijn om te investeren in die meekoppelkansen. Maar dat is mijn inschatting. We gaan er in ieder geval wel actief mee de lobby aan. Dank u wel. Dan was u klaar, wethouder?
Ja, dan geef ik het in tweede termijn, zoals het reglement verordent. Heer Reusken, wilt u in tweede termijn nog een... Ja, de heer Reusken in tweede termijn aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de inbreng van de collega's. Er zijn dus ook een aantal vragen gesteld waar ik toch kort op wil ingaan. Allereerst de vraag waarom een motie vreemd die de heer Papen van het GBT stelt. Wij denken, ook gezien de geluiden als het gaat over die meekoppelkansen en kijk welke stappen er de komende maanden worden gezet, dat als het gaat om in ieder geval het MSC, dat het wel eens te laat zou kunnen zijn. Ja, u heeft gelijk, het had op een ander moment gekund. Het had betrokken kunnen worden in de processen die in gang worden gezet. Maar wij denken dat het nu, althans voor die vierde werkgroep, het nu wellicht de tijd dringt om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat is ten aanzien van waarom een motie vreemd. En wij zijn niet een partij die zomaar die motie vreemd zijn. Dat doen we wel overwogen. Als het gaat om het plan schrijven, daar ligt volgens mij al een goede aanzet vanuit het Veenmuseum zelf. Volgens mij ligt daar een prima basis waarmee verder aan de slag gegaan zou kunnen worden als het gaat. Dus het is niet een nieuw plan, het is een bestaand plan. Waar zit de gemeente aan vast? Volgens mij zit de gemeente hier nog niet aan vast. Volgens mij kan de gemeente juist een aanjager zijn en lobbyen om dit plan mee te gaan realiseren. Net zoals de andere meekoppelkansen, want dat vind ik wel belangrijk. En om afronden te zeggen, ik ben in die zin ook wel bij de meekoppelkansen betrokken. Ik weet dat er heel veel leeft en heel veel ideeën zijn. Het is straks van evident belang dat als je straks, als je nu met mensen praat over meekoppelkansen en je vraagt aan mensen om mee te denken, dat dat straks niet het einde van het verhaal moet zijn, dat daar heel veel plannen niet van gerealiseerd worden. Want je schept wel verwachtingen, dus daarin, denk ik, wethouder, schept dat ook straks verplichtingen toe om dat proces zorgvuldig mee aan de slag te gaan. En daar de goede ideeën uit te pakken, want mensen snappen best wel dat niet alle plannen gerealiseerd zullen worden. Dat besef is daar absoluut. Maar er liggen nu wel unieke kansen om draagvlak te creëren voor de herinrichting, maar tegelijkertijd ook voor de meekoppelkansen. Dus in die zin denk ik nog steeds dat dit een motie is die de wethouder kan helpen in haar verdere proces. En ik hoop dat ik daarmee ook de antwoorden heb gegeven en vragen van de collega's. De heer Jonker heeft nog een aanvullende vraag aan u. Misschien kan ik dan een tweede termijn voorkomen. Je weet maar nooit, hè? Maar het gaat u over. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag aan de indiening gesteld van de motie over de rol van de agrarische sector. Ik heb net ook de reactie van de wethouder gehoord. Ik zou ook haar in tweede termijn willen horen. Om mijn tweede termijn te voorkomen straks, voorzitter, hoe zij staat. Want het is precair proces hoe zij daar ook de agrarische sector bij betrekt. Maar ook die vragen aan de indiener gesteld. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ervan op de hoogte. En ik weet ook direct dat als het gaat inderdaad om die tweede werkgroep met betrekking tot natuurintensief boeren, dat ook agrariërs daar nauw bij betrokken zijn en ook bij de meekoppelkansen worden betrokken. Dus die partij is betrokken en wordt betrokken. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Papen. Wil u nog in tweede termijn het woord? Aan u het woord, meneer Papen. Uiteraard kan iedereen in tweede termijn nog het woord krijgen, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, gaat die goed mee? Ja. Het ging zo goed, maar het ging zo goed met onze kaartjes mee te nemen. Maar later op de avond, de heer Papen, aan u het woord. Ja, dank u wel. Meer discussiëren over kansen schept wat ons betreft denk ik ook verwachtingen. En die verwachtingen, wat moeten wij daarmee? Wat gaat het ons kosten als gemeente? En ik zou nog graag het oordeel over de motie horen van onze wethouder. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer. Ja, de heer Veldmeijer wil iemand tweede termijn, de heer Jonker ook niet. Wel een van de anderen. Oh, sorry meneer Kelder, mijn excuus. Ja. Ik dacht dat ik de volgorde aardig goed had, maar ik sloeg u over als eerste, als tweede naar de heer Reusken. Aan u het woord. Maakt niet uit, mevrouw de voorzitter. Ik heb zo'n problemen met mijn gehoor, maar ik heb volgens mij wel goed geluisterd naar de wethouder. En ik heb de wethouder horen zeggen van, deze motie zou mij kunnen helpen. En ik denk dat dat voldoende is om me te zeggen van, waarom, als de wethouder dat al vindt, waarom zou ik dan überhaupt dat niet steunen?
En natuurlijk wordt een aantal vragen gesteld, wie betaalt dit, wie betaalt dat. Maar het gaat in eerste instantie om in gesprek te gaan met de betrokkenen. Om te kijken van, wat zijn de mogelijkheden. En dan kan het college altijd nog terugkomen naar ons toe en zeggen van, maar luister mensen, het kost gewoon te veel geld, of het kost niet veel, maar dan hebben we in ieder geval die aanzet gegeven. Dat was ook de intentie waarom wij gezegd hebben, in ieder geval midden in te dienen om in ieder geval die push te geven en de druk op de ketel te houden. Tot zover. Dank u wel. Is er nog een andere fractie, de heer Smelts, die wil ook van deze termijn gebruik maken. De heer Smelts, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben deze motie al een tijdje geleden gekregen van de PvdA GroenLinks met het verzoek om daar naar te kijken. En inderdaad, we hebben in de eerste termijn van deze motiebehandeling daar niet op gereageerd. Ik heb wel tegen de heer Reusken gezegd dat in de basis de sympathie er wel zit, maar dat het instrument motie vreemd. Ik liever een discussie heb met de raad over wat gaan we nou wel en niet doen. En ook mijn collega de heer Papen geeft dat zojuist aan en ik hoor dat eigenlijk ook tussen het bedrijf door. Zelfs de wethouder vindt mijn fractie ook niet overtuigend genoeg over deze motie. Het zou mij helpen. Volgens mij, en ik ben wel bij de presentatie geweest, is er nog zoveel te doen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik was ook blij dat ik er was. Vanwege de input die daar allemaal naar ons toe kwam, kreeg ik een nog groter beeld van al die projecten die doen. En de prioriteit is mij op dit moment niet eens helemaal duidelijk. Waar moet nu als eerste mee gestart worden? Er wordt een schets gemaakt, er wordt een archeologische schets gemaakt. Noemt u maar op. En we hebben het hier, als het gaat om de beleving van het gebied, al een stap verder in het project. Ik zou veel liever hebben, collega's in de raad, dat het college ons een voorstel doet. Ik doe het veel liever dat het college ons vertelt dat als ze zegt van ik ben met die projecten bezig, daar zit de kans, hoe ziet het eruit? We hebben met de provincie op dit moment geen geld. Er zijn geen gelden beschikbaar dan alleen in Natura 2000. Ik vind het moeilijk te duiden nu, om te zeggen waar zeggen we dan ja tegen? Als collega of het wethouder zegt van het helpt mij, dan zou ik eigenlijk wel willen weten, maar waarmee dan? Het feit dat u van de raad op dit moment een verzoek hebt om een aantal dingen in het belevingscentrum te doen. Volgens mij moet u veel meer doen. En als u mij daar in uw termijn op zou willen beantwoorden, dan kunnen we dan op naar bevinden van uw antwoord ook zeggen, nou oké, we kunnen de overtuiging voor deze motie stemmen. Want dat ontbreekt er op dit moment bij ons wel degelijk aan. Er zijn zoveel vragen omheen. Maar over het hele natuurgebied zijn nog zoveel vragen. En er zijn ook vragen over de vliegen. Ja, inderdaad, dat is ook terecht. Er zijn vragen over de muggen. Er zijn vragen over waar komen die dambanden. Er zijn vragen over waar dumpen we al dat zand waar we dammen van moeten maken. Hoe gaat het allemaal? De vragen zijn groter dan de antwoorden. Dus ik zou veel liever hebben, voorzitter, dat het college zegt van joh, we nemen deze motie als signaal op en we gaan daar een voorstel voor maken en dan gaan we lekker over debatteren en ook de prioriteit debatteren. Dat lijkt mij een veel betere gang van zaken dan deze motie. En ik zou zeggen, nu ben ik aan het eind van mijn reactie. Ik wacht even en dan krijgt de heer Reusken het woord. Ik zat even te denken of ik moest zeggen van ja, beperk u tot de motie vreemd. Maar ik denk, nou laat maar even gaan. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ongelooflijk blij met het enthousiasme van de heer Smelt ten aanzien van de Engelsdijksvenen. Maar daarmee ook vooral zijn betoog als het gaat om het totaalplan met daarin gekoppelde meekoppelkansen. Want dat vind ik wel heel erg van belang. Hoor ik hem zeggen dat hij aan de wethouder en het college vraagt om eigenlijk, want we hebben het over het komend half jaar, ik kijk ook even de wethouder aan, voorzitter, dat het komend half jaar, als die meekoppelkansen op een gegeven moment besproken zijn, dat we hier daar in een raadsinformatiebijeenkomst, dan wel in de raad, op terugkomen en met elkaar daar ook afweringen maken om daar de vaat in te houden. Hoor ik hem dat zeggen? Ja, u hoort mij dat zeker zeggen, ook nog meer dan dat, want ik wil eigenlijk tegen u allen zeggen dat een totaal overzicht vanwege deze motie, dat ontbreekt, en dan bent u ook wel met mij eens. Hè? U spitst dat toe en er zijn zoveel meer zaken die we zouden moeten doen. En ik zou met u liever die verdiepende discussie voeren. En ja, dan kunnen die meekoppelkansen, en dat heb ik ook goed gehoord, die kunnen dan een absolute positie krijgen. Maar de onderlaag die daarbij hoort, die ontbreekt. En ik kan het ook echt werkelijk waar niet goed overzien. Zelfs niet toen wij samen daar luisterden naar al die, laat ik zeggen, ook informatie die we kregen, de vragen die gesteld werden. En ja, goed, als ik het al niet kan duiden als ik daar geweest ben en u kunt het niet duiden, dan heb ik veel liever het college daar ook vanuit de bestuurlijke rol met de provincie
een stap in zit. Ja, ik ben het met u eens dat daar ook wel vaart achter mag. Dank u wel. Dan was u aan het eind van uw betoog. Dan kijk ik nog rond of niet anders nog gebruik wil maken van de tweede termijn. Dan geef ik het woord aan de wethouder, want er zijn een vraag vanuit de heer Jonker aan u gesteld over de agrarische sector. Ik weet ook aan de wethouder. En dan toch nog heel helder van wat verstaat u onder het help mij. Aan u het woord, wethouder van Appelma. Ja, voorzitter, dank. Ook voor nog even de verheldering van de vraag die er gesteld is. Eerst even naar de heer Jonker toe. In het kader van deze motie denk ik dat uw vraag afdoende beantwoord is door de heer Reusken ook. Maar als ik u goed beluister, dan zit uw zorg ook in hoe gaat het voor de agrariërs en hoe worden hun belangen geborgd. Hun belangen worden geborgd op dit moment in het proces, ook in de bestuurlijke adviescommissie, door eigenlijk twee partijen. LTO is daar vertegenwoordigd. Drie partijen moet ik zeggen. LTO is vertegenwoordigd, de aanwonenden zijn vertegenwoordigd en het platform Engbesdijk Venen. Dus eigenlijk op drie manieren worden hun belangen direct geborgd. En ik kan u zeggen dat dat heel bijzonder is. Er is geen enkel ander natuurgebied in Overijssel waar op deze manier deze partijen op deze manier geborgd zijn. Dat geeft ook wel aan dat de belangen inderdaad groot zijn. Voorzitter, ik heb in mijn eerdere beantwoording in de eerste termijn gezegd van deze motie die zou helpen. In die zin zou het helpen dat wij als gemeente aangeven dat wij die meekoppelkansen belangrijk vinden. En dat wij het dus ook belangrijk vinden dat die meekoppelkansen ook geschreven worden in het inrichtingsplan. Maar ook ik kan op dit moment nog niet overzien wat dat precies betekent. En het zou te ver gaan als wij met een concreet voorstel zouden komen lopende dit jaar om dat aan een... Dat we ook, moet ik even kijken hoe ik dat moet zeggen, een concreet voorstel waarin ook een financiële paragraaf zou zijn. Dat gaat niet lukken en dat heeft er ook mee te maken dat die meekoppelkansen met name ook door vrijwilligers vormgegeven worden. U moet zich voorstellen, er zijn nu een viertal groepen, zijn gewoon vrijwilligers, aanwonenden zijn hiermee aan de gang om die kansen te verkennen. Want het is ook niet dat de gemeente dat allemaal gaat doen, maar het gebeurt juist ook door vrijwilligers. En dat maakt hem ook lastig in de zin dat wij nu niet goed kunnen inschatten wat dat precies gaat betekenen. Dus als ik zeg van het zou helpen, dan moet u ook lezen dat ik namens het college ook de lobby bij de provincie ook ga opstarten. Of beter gezegd, dat is ook al, daar zijn we ook al mee in de gang. Dat we daar nog verder gaan om te kijken wat wij hiermee kunnen doen. Maar ook ik weet op dit moment nog niet waar dat precies uit gaat komen. En dat hangt ook weer van die vrijwilligersgroepen af. He, dus daar waar de motie spreekt om die actief te lobbyen, ja, dan gaan wij dat doen. Maar mee te werken aan realisatie daarvan, dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dat moeten we nu nog niet willen. Dat is gewoon nog te vroeg in dit proces. En om de samenwerking in het Veemuseum, Staatsbosbeheer en Waterschap een plan op te stellen, ja, dat gaat gebeuren in die vrijwilligersgroepen. Zo moet u hem lezen. Iets anders kan ik er op dit moment niet van maken. Dan heeft de heer Smelt nog een vraag aan u en de heer Reusken ook. Eerst de heer Smelt aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dat laatste zinnetje wat u zei, dat betekent dat u de inhoud van deze motie niet volledig zou kunnen uitvoeren en op letter en tekst zou moeten ontraden, maar dat u een toezegging doet, als ik het goed begrijp, over de intentie voor de lobby. Heb ik dat goed begrepen? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik denk dat de heer Smelt dat goed samenvat. Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Blij met de toezegging. Tegelijkertijd heb ik nog één aanvullende vraag. Is namelijk het betoog van de heer Smelt was zeer helder en duidelijk. Maar ook het verzoek om een totaalplan te maken die we hier in deze raad kunnen bespreken, heb ik u nog geen antwoord op hebben gegeven. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Wethouder, nu het woord. Voorzitter, ik denk dat de heer Smelt dat
aardig verwoord heeft, dat kunnen wij op dit moment nog niet overzien. Het plan wat er lag, wat in 2009 ergens gemaakt is, dat is een heel groot plan en dat vraagt ook buitengewoon veel inzet van de gemeente ook. Ik denk dat we dat plan niet moeten doen. Maar dat er kansen liggen rond dat veemuseum, dat is zeker waar. Maar het zijn ook kansen die vormgegeven moeten worden door die vrijwilligers. En dat betekent dus ook dat je dat samen moet doen met elkaar. En op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen van, daar moeten we uitkomen. Dank u wel. Heeft de heer Reusken nog een aanvullende vraag? De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dan ben ik niet duidelijk geweest in de vraagstelling naar u toe. Ik bedoel niet zozeer het specifieke plan ten aanzien van het natuurbelevingscentrum. Ik spreek nu even voor de heer Smelt, maar ik kijk hem even aan of ik dat goed verwoord. Volgens mij gaat het om het totaalplan met alle meekoppelkansen die in de bakcommissie wordt besproken, waar u al eerder over sprak. Om als dan op een gegeven moment afwegingen gemaakt moet worden, want uiteindelijk is het gebied in Twenterand, of u dat plan hier met deze raad wil bespreken, omdat we dan op alle facetten dat kunnen wegen en met elkaar daar ook gezamenlijk over kunnen hebben, want daarvoor is het onderwerp belangrijk genoeg. Dat was volgens mij ook de opmerking van de heer Smelt en de vraag. Mevrouw Van Appelma, wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik kan dat op dit moment in dit stadium nog niet toezien. Niet toezeggen, eenvoudig weg. En de heer Smelt heeft dat denk ik ook goed verwoord. En volgens mij de heer Paap ook. Dat is te vroeg op dit moment. Dan gaan wij dingen toezeggen wat wij nu niet kunnen overzien. En dat heeft er ook alles mee te maken dat het proces ook met name door bewoners, vrijwilligers vormgegeven zou moeten worden. Dus wij moeten onszelf nu niet vast gaan leggen op deze manier. De motie zoals die hier ligt, in de geest van wat u wilt, kan ik prima handelen. En kunt u de motie ook beschouwen als een ondersteuning van de dingen waar we nu mee bezig zijn. Maar we moeten ons niet vastleggen met dingen wat we nu niet kunnen overzien. De heer Reusken. Oh, ik dacht dat u nog een vraag wilde stellen. Ja, ik denk dat het goed is om straks even naar uw motie dan te kijken. Maar dat is een advies van uw voorzitter. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik snap wat de wethouder zegt. Mijn oproep is meer, want ik wil best wel bewegen, maar dan wil ik daar ook met de mede-indiener een korte schorsing voor. Dat u de intentie van die motie overneemt. Maar wat ik ook graag zou willen zien, is dat we een vervolgdebat krijgen in deze raad over de meekoppelkansen. En wat mij betreft gaat het dan niet om uitgewerkte plannen, maar volgens mij is mijn verzoek eigenlijk om in het najaar over het totaal te spreken met elkaar en te kijken wat dan de volgende stappen kunnen zijn. Zonder dat daar ook concrete uitgewerkte voorstellen liggen. Want die hoeven er voor mij op dat moment niet liggen. Het gaat mij om dat wij een betrokkenheid krijgen in deze raad bij dit belangrijke onderwerp. En dat we met die inwoners die nu actief zijn ook richting inwoners aan kunnen geven. Hoe gaan we samen verder? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik hoor en zie de wens van de heer Reusken, maar nogmaals, ik kan dat op dit moment niet overzien, omdat dit proces met name vorm wordt gegeven door vrijwilligers. Dus ik kan u van alles toezeggen, maar de vraag is of wij dat kunnen realiseren, omdat wij zelf als gemeente daar ook maar ten dele over gaan. Dus het zou nogmaals, ik heb daar genoeg over. Dank u wel. Dan sluit ik de bespreking van de motie vreemd aan de orde over het natuurbelevingscentrum Veenmuseum Engbertsdijksvenen. Dan kijk naar de heer Reusken. De heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, ik zou even kort overleg willen met mijn mede-indiener over de motie vreemd. Terecht, ja. Dan schors ik voor 5 minuten. 5 minuten, voldoende. Maar dan ga ik toch allemaal vanuit iedereen weer op zijn plek zitten. Dat ik niet 5 minuten nodig heb om iedereen weer op de plek te krijgen. Volgens mij is het overleg tussen de PvdA GroenLinks en het CDA is afgerond. Ik wil altijd heel goed kijken of ik alle fracties weer terug zie komen. Die zie ik allemaal weer op de plek zitten. Dat ik niet een fractie oversla, dat kan natuurlijk niet. Begrijpt u wel. Ik geef de heer Reusken het woord, want hij heeft gevraagd om een schorsing. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben het debat goed geluisterd en ook naar de antwoorden van de wethouder geluisterd. En overleg met de mede-indiener, het CDA, hebben wij gezegd, we trekken deze motie in. Daarbij nog wel een vraag aan de wethouder. Gezien alle discussies die plaatsvinden, gezien de initiatieven die op dit moment worden genomen door vrijwilligers rondom de meekoppelkansen, zou ik de wethouder willen vragen om deze raad daar nauw bij te betrekken en op de hoogte houden van de voortgang. En op het moment dat het
zover is, hier ook met elkaar in gesprek te gaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar, het is een beetje tegen de orde in, maar vooruit. Wethouder, ik geef u het woord. U mag vanaf uw plaats weer een kans om vanaf uw plaats te spreken. Voorzitter, ik begrijp dat de motie ingetrokken wordt. Ik denk dat het goed is. We hebben hier een goed gesprek over gevoerd met elkaar. Ik ga u een hele concrete toezegging doen. En die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is, ik ga mij maximaal inzetten om die meekoppelkansen tot bloei te laten komen. Dat is één. En het tweede is, ik zal u op de hoogte brengen van het proces. Op een zeker moment. Dank u wel. Dan is dit onderdeel is afgerond. En ja, dan zijn we. Dan is dit de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. En ik denk dat we in 2017, 2018 een heel bijzonder jaar hebben gehad. Dus achteruitkijken. Er zijn er verkiezingen geweest. Maar vervolgens ook zijn er in deze raad heel veel besluiten genomen. Zijn er veel gesprekken gevoerd. En als raad heeft u uw verantwoordelijkheid genomen wanneer het ging om uw verschillende rollen als volksvertegenwoordiger, kaderstellend en ook controlerend. En u mag nu genieten van een goede rustperiode. En ik spreek deze woorden ook uit namens de Nestor van uw raad. Maar u blijft raadslid. Blijft u gewoon. U kunt niet zeggen van nou, zomerreces is er, ik ben geen raadslid meer. Dat blijft u, dat bent u, ook tijdens het zomerreces. En ik wil u dan ook een hele goede tijd toewensen. Geniet van de rust. Ik hoop dat u toekomt aan activiteiten die u altijd nog op uw lijstje had staan. Maar ja, u bent raadslid en heeft heel veel werk te doen. Laten we dat ook maar eens benoemen. U bent altijd bezig met uw raadswerkzaamheden. En ik hoop dat u dan aan het lijstje toekomt om die dingen te doen die toch iets anders zijn als het werken voor de raad als gemeenteraadslid. En ik hoop u allen na deze zomerreces, na een bepaalde periode, weer terug te zien in goede gezondheid. En dan zal de eerste vergadering van uw raad tijdens de raadsdebatten op 18 september plaatsvinden. En ik hoop u dan allemaal weer te mogen ontmoeten in deze raadzaal. Ik wens u een hele goede tijd en ik sluit deze raadsvergadering hierbij af.